Welkom bij de nieuwe wereld. Ik heb als gasten gehad Matthias de Smet en Maarten Boudry. Nou, daar was ik heel trots op. Ben ik drie jaar mee bezig geweest. Het was een hele interessante discussie. Die gaan jullie zo meteen te zien krijgen. Maar er komt een vervolg op. Want de heren zeggen hier en daar dingen waar ze naar verwijzen, onderzoeken. Die hebben daarna gefact hebben ze zelf ook gedaan. En ze vinden het heel fijn om eigenlijk daarna nog een vervolguitzending te maken over hoe hard zijn nou de cijfers? kunnen we eigenlijk überhaupt bijna nog wel van een onderzoek op aan. Dus weet als jullie deze uitzending gaan kijken, geniet er sowieso van. Maar er komt een vervolg en dan gaan we het hebben over hoe hard zijn nou die onderzoeken waar ze hierin verwijzen. Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gasten vandaag zijn Maarten Boerderie en Matthias de Smet. Welkom. Dankjewel. Marlies. Ik vind het een eer om dit gesprek te mogen gaan begeleiden. Insgelijks, je Heeft <laughs> veel voeten in de aarde gehad. Zeker. Ja. Ja. De eerste aanzet was in 2021, denk ja. ik zelfs. Ja, ik, we zijn er dus al zo twee, drie jaar mee bezig. Precies, ja. Dit... Eindelijk is er wat gekomen. Ja, dat de rust er is, dat bij ieder, ieder en ieder en dat we dan dus hier aan tafel kunnen gaan zitten. Uh, Maarten, jij bent uh, wetenschapfilosofie. Ja. Uh, en actief twitteraar. x'er moeten we dan volgens mij nu zeggen? Ja, maar x'er, dat klinkt. Klinkt toch niet? Dat klinkt een beetje vies. <laughs> Het heeft iets. Ja. <laughs> ja. x'er. Uh, Matthias, jij bent hier al regelmatig geweest. Uh, Klinisch psycholoog, zeg ik het zo ja. goed? Ja, klopt. En uh, voor degenen die het niet weten... jullie stonden zeg maar, in de tijd van corona best wel haaks op mm -hmm. elkaar qua mening. En ik denk dat het mooi is om daar misschien mee af te trappen. We hebben veel dingen te bespreken. We moeten maar een beetje kijken wat lukt. Jij bracht ook in van, hè, dat het ook goed is om te zien... dat je met het ene thema tegenover elkaar kan staan en eigenlijk... Op een ander thema, gewoon weer van gedachten mm -hmm. dat je dezelfde ideeën erover hebt, dat dat ook iets goeds is, absoluut. Uh, de nieuwe wereld doet verdiepende gesprekken. Uh, wij proberen, zeg maar, altijd daardoor soms toch ook met één persoon en daar de verdieping in te vinden. De kijkers vragen vaak van ja, maar we willen toch ook wel juist mensen die een andere mening hebben en daar willen we ook nee. iets van leren. Dat valt niet altijd mee om dat hier aan tafel te krijgen. Dus nou, ik denk dat het mooi is met jullie beiden is een beetje terug te kijken naar die tijd en waar staan we nu? Ja, ja, ja. Ik, vind, ik, ik denk het ook. Ik denk echt dat het prachtig is dat mensen met een verschillende mening aan tafel zitten. Want dat lukt dus moeilijk. Ja, maar Zowel in de reguliere media TV. als in ja, ja, de Ja, de tv het was mainstream media, was wel altijd dat format. Ja. Dat is eigenlijk in coronatijd is dat ook eenvormig geworden. Mm -hmm. En misschien zijn wij wel als alternatieve media ook wel te eenzijdig, zeg maar. Dus dat mm -hmm. is altijd een gevaar. Dus het is goed om ja. daar je eigen blinde vlekken in te zien. Dus ik ben blij dat we hier. Zitten. Absoluut. Maarten, Maarten en ik, ik kenden elkaar ook al ja. voor de coronacrisis. Hè. Mm -hmm. uh, ik heb het altijd geapprecieerd in, in, in u, Maarten, en dat was binnen de cultuur waar ik zat, uh, de psychoanalytische cultuur, uh, zeker niet evident mm -hmm. uh, om appreciatie voor u uit te drukken. Uh, maar ik heb het echt yeah. altijd geapprecieerd dat je iemand bent die spreekt, ook als je daarmee een grote groep mensen tegen zich kan krijgen. Ja. Uh, ik heb dat altijd. Uh, uh, ervaren als een vorm van oprechtheid bij u. En dat was ook de reden waarom ik. Misschien niet als enige, maar toch als een van de weinigen in de psychoanritische wereld ja. uh, uh, Gewaagd. blij was dat ik u kende. Ja. 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 Ik denk wel dat je de enige was, inderdaad. In ieder geval de enige die mij ooit. Uh, de hand heeft gereikt om, om de hand, niet, niet om euh, naar elkaar toe te schuiven qua standpunten, maar puur om van, van gedachten te wisselen. Uh, dat was inderdaad in ons respect suspecto waarschijnlijk 2000. 18, 18, het was niet zo lang voor de, ja, de denk ik niet, het dat ook. dat Matthias mij voor het eerst heeft gemeld. Ja. En ik kende hem, want we hebben ooit een polemiek gevoerd jaren geleden, toen, toen, toen Matthias misschien nog postdoc was over psychoanalyse. Dus ik ken hem van naam, dus in de, in de pagina's van Tijdschrift Klinische Psychologie ofzo. Um, maar het was eigenlijk de eerste keer dat iemand van, van die vakgroep, waar ik natuurlijk, uh, ik kan het me wel voorstellen, een beetje persona non grata ben, want ik, ik ben nogal hard in mijn kritiek op psychoanalyse. Dus dat ik van uh, Matthias een, een, een mail kreeg om, om eens af te spreken. En dat was heel gezellig. En we hebben toen over van alles en nog wat gepraat. Maar Natuurlijk nog niet over het virus, uh, dat, uh... dat ons dan boven het hoofd ging. Uh, het was niet zo lang ervoor, ik denk dat het maar misschien een jaar was of zo. Dus... Uh... Maar goed, laten we het dan nu ja, ja, hebben over ja. Ja. Waar, uh, wat we, ik denk, reflecterend hebben. We kunnen al toch wel wat terugkijken over wat waren de standpunten zoals we er toen over dachten. En hoe zien we dat nu? Nou, Matthias is al meer bekend hier. Dus ik vind het leuk om met jou, Maarten, af te trappen. Hoe stond jij daarin voor de mensen die jou niet gevolgd hebben hier in Nederland? We hebben wow. ook veel Belgische kijkers, maar toch even misschien om neer te zetten. Ja. Hoe, zag jij, uh, hoe zag jij tegen de maatregelen, hoe we erop reageerden, de, de voorspellingen van het aantal doden, het was ja. nou, soort het hele pakket zeg maar waar we met z'n allen doorheen zijn gegaan. Ja. Ja. Wel uh, kort. Ik, uh, je hebt het er net al vermeld. Ik, het is altijd goed om zaken dossier per dossier te bekijken. Dus op sommige vlakken, in sommige discussies, uh, kan de kloof heel groot zijn. En dan heb je totaal tegengestelde standpunten. Maar dan in andere discussies hopelijk, um, zijn de allianties helemaal verschillend. Ik vind dat een goed teken dat je kunt dossier per dossier bekijken. Mm. Nu, ik weet, en Matthias heeft het al vermeld, dat ik, dat ik in, bijvoorbeeld in het geval van de psychoanalyse of in het geval van klimaat, heb ik een beetje de reputatie om een dwarsdenker te zijn uh, die ja, inroeit uh, tegen de stroom. In ieder geval tegen wat ja, je kan misschien zien als, het, als een soort van pensée-uniek of een soort van denken. Ja, mainstream denken. Maar ik probeer uh, ook niet in de val te trappen van dat telkens opnieuw te doen. Om in, in elk debat te zeggen: Oh, wacht, wat zegt de meerderheid? Oké. Okay. Dan ga ik aan de andere kant gaan staan. En precies tegenovergestelde denken. Uh, dat is ook een slechte vuistregel. En nu, zonder dat ik dat natuurlijk bedacht of, of, of zo um, voorzien had. Um, ben ik wel in, in de pandemie in een, in een uh, positie terechtgekomen die dichter aansluit bij de mainstream dan in veel van die andere discussies. En sommige mensen, um, misschien waaronder onder Matthias, maar ook sommige van mijn volgelingen, die vonden dat verrassend, van maar hoe kan je zo kritisch zijn als het gaat over klimaat, over klimaatbeleid, over kernenergie bijvoorbeeld of over migratie. En dan toch eigenlijk, wat die, wat die pandemie betreft, redelijk dicht bij de medische consensus zit. Uh, dus ik had zeker ook wel kritiek op de, op de overheid enzovoort. Um, maar ik denk, allee, om mij een beetje te situeren, ik ben hier nogal wel geweest bij de Nieuwe Wereld. Um, maar dus um, ik vond dat grosso modo, ten eerste dat er, dat er een belangrijke medische crisis was, dat het waarschijnlijk een van de uh, ja, vreselijkste gebeurtenissen is van, van de afgelopen. Uh, decennium, of zelfs als je kijkt naar de afgelopen twintig jaar, sinds het begin van het millennium, waren 2020 en 2021 de grootste ja rampenjaren. Hè, dus stijging van armoede en extreme um, dus, uh, ongelijkheid en ziekte enzovoort. Indirect en direct veroorzaakt door het, door het virus. Dus uh, door het, wat het virus dat betreft, of door de maatregelen? Well, of beginnen we daar al? Ja. Ja, dat, dat is inderdaad al de eerste kwestie. Dat, die, 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 die natuurlijk uit elkaar trekken is zeer lastig. Uh, de maatregelen hebben zeker ook schade uh, aangericht en... Um, dus, maar, maar er was wel degelijk een gezondheidscrisis, dus de maatregelen waren grosso modo. Terecht. Natuurlijk hebben we af en toe overdreven dat je niet mocht buiten op een, een bankje met elkaar praten enzovoort. Uh, dat, je de, dat mensen in de buitenlucht mondmaskers droegen enzovoort. Of eventueel ja, het covid safety ket en de, de schendingen van privacy en heel de discussies die daarover gevoerd zijn. Dus ik kan dat voor een stuk volgen, maar ik denk wel, dus als je, als je mijn standpunt heel eenvoudig samengevat, um, de maatregelen waren uh, grotendeels terecht. De vaccinaties... En dat vind ook, jij nog steeds? Vind ik nog steeds, ja. Dus ik denk dat, dat de, 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 de onderzoeken dat ook uitwijzen. Uh, dat zonder de maatregelen... Um, en dan moet je ze natuurlijk allemaal samen nemen, en je kan dat ook gaan uitsplitsen en je kan er allerlei onderzoek naar doen. Daar ging ik de vorige aflevering van, dus van mijn uh, verschijning bij de Nieuwe Wereld hier, toen ik eigenlijk tegenover Matthias moest zitten. Ja, ja, ja. Was ik er alleen. Um, dus ik denk dat die maatregelen. Uh, een effect hebben gehad in die zin dat zonder de maatregelen zou het nog veel erger geweest zijn. Dus zou er zouden nog veel meer, uh, niet alleen uh, doden gevallen zijn, en zou niet, niet, niet veel, veel meer medische schade geweest zijn, denk ook aan long-covid, maar zou zelfs de nevenschade, uh, dus de economische en sociale nevenschade, zou die ook erger geweest zijn. Dus dat is, dat, ik weet dat, dat dat is al een, een controversiële stelling. Ja, ik heb. Dus het ja, precies. Maar mijn okay. hartslag gaat ja. al omhoog. Hè? Precies, okay. Dus zo, zo groot is de, <laughs> de tegenstelling. Dus in tegenstelling tot Matthias, die ooit geschreven heeft, dat er, dat er eigenlijk wel, niet geen gezondheidscrisis was, maar dat au fond deze crisis niet over gezondheid ging, maar dat het iets was dat al langer aansleepte, dat, ze, dat eigenlijk een soort van uitlaatklep gevonden heeft uh, in dat virus, of in die, uh, in die, in die, gez in die gezondheidscrisis. Denk ik wel, uh, het, 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 het virus uh, heeft enorm veel schade aangericht en, uh, uh, en, het, en, en de maatregelen waren grotendeels terecht. En daarbovenop geloof ik, ik weet niet of dat nodig is om te zeggen, maar uh, de vaccins werken. Dus de vaccins zijn veilig uh, en er zijn zeker ook daar nevenschade. Dus ook daar moet je een afweging maken tussen de schade die vermeden is en de schade die veroorzaakt is door de vaccinaties. Maar als je kijkt naar het, 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 het dodental tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen en ook medische kwalen tussen die twee groepen, dan zie je wel heel duidelijk dat de vaccins een positief effect hebben gehad. Dat is in het algemeen uh, mijn uh, analyse en mijn terugblik ook van die crisis. En ja, die, tenzij Matthias sindsdien radicaal van gedachten veranderd is, denk ik dat we daar wel heel ver uit elkaar staan. Maar voor we naar Matthias staan, gaan, vind ik dus um, ja, dat jij hebt dus voor jouw gevoel dan niet dingen voorbij zien komen van, waardoor je van op andere gedachten bent, bent gegaan. Je hebt dat dagje toen... en dat is nog gewoon één rechte lijn van hoe je nu denkt. Wel, nee. Er zijn zeker wel zaken waarover ik van mening ben veranderd, uh, maar dan moet je een onderscheid tuss maken tussen de zaken die, die, die we met de achterafblik kunnen beoordelen, waarvan, waarvan we nu kunnen zeggen, ja, dat was eigenlijk fout toen, of dat was overdreven. En uh, de zaken waarvan we toen hadden moeten weten dat het overdreven was. Uh, denk bijvoorbeeld, helemaal in het begin van de pandemie hebben we nog winkelkaartjes ontsmet. Daarvan weten we achteraf, het is totale onzin. Er is niemand besmet via een winkelkar. Uh, bijvoorbeeld ook dus die, die mondmaskers die je niet mocht dragen in, in de openbare ruimte. Zelfs niet uh, uh, samen op een... Uh, een bankje in een park gaan zitten enzovoort, de schoolsluitingen enzovoort. Dus er zijn allerlei maatregelen genomen ook, die waarvan we achteraf weten dat die overdreven waren, omdat we in paniek waren en omdat we heel veel zaken tegelijk hebben gedaan, omdat we op snelheid werden gepakt door dat virus. Dus in die zin natuurlijk ben ik wel van mening veranderd en denk ik bijvoorbeeld, als je de discussie over schoolsluitingen bekijkt, dat die grotendeels onnodig waren. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het een grote vergissing was destijds. Want het is natuurlijk gemakkelijk om, we noemen dat in, in, in ons boek ja, Captain hindsight, dus kapitein achterafklap. Die achteraf zegt nou dat alle oh, studies zeggen ja, gebleken. van. Ik zit, ik zit ja. echt met grote ogen <laughs> ja. naar je te kijken. Maar de, ja, dus ik, ik, maar wat dat betreft, ik ben zeker van een, uh, op, op een aantal vlakken ben ik van mening veranderd, maar um, dat de maatregelen nodig waren, dat, dat de verschillende landen hebben verschillende pakketten van maatregelen genomen, maar het, als we, als we, dus daar blijf ik wel bij, als we niets gedaan hadden, of in ieder geval als we veel minder hadden gedaan, dan zou de gezondheidsschade nog vele malen erger geweest zijn uh, dan, dan we ze nu hebben meegemaakt. Jij mag zo, ja. Matthias, maar ik ben helemaal... <laughs> ik zie je met zijn eigen verbazing. Ik, 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 ik wacht rust. Ja, ja. Ik, ja, ik, <laughs> ik moet dit even, even zelf ook helemaal ja. verwerken. Dus uh, is dit dan... Um, jij hebt dan ook... Jij, jij vergeeft het. Jij, jij bent dus ook heel vergevingsgezind. Zo van... Ja, ja hoe moesten we moest het allemaal weten? Ik ben... Wel, ik ben op bepaalde vlakken ben ik vergevingsgezind. Maar bijvoorbeeld, uh, één, één domein waarop ik wel harde kritiek had op de, op de overheid en op het beleid, maar ja, dat zal denk ik niet jullie kritiek zijn, is uh, de manier waarop ze ons hebben voorgelogen over de mondmaskers. Dus de manier waarop in het begin van de pandemie het verhaal werd geteld, mondmaskers zijn onnuttig, uh, je maakt jezelf uh, belachelijk uh, door daarmee rond te lopen. Uh, dus los van de buitenluchten, want daar is het inderdaad totaal onnuttig. Uh, men heeft dat gedaan om strategische redenen, omdat men uh, schaarste wou vermijden en de mondmaskers wou voorbehouden. Want anders had jij niet gelijk iedereen een mondkapje op. In de situaties waarin dat nodig was. Dus in, in drukke ruimtes. Je moet altijd een onderscheid maken tussen ja, de, de situaties waarin het besmettingsgevaar gering is en waar het besmettingsgevaar hoger is. Maar ik denk ook van die mondmaskers. Die hebben wel degelijk gewerkt. Dus er zijn besmettingen vermeden uh, door mondmaskers te gebruiken in uh, ruimtes die slecht geventileerd zijn. enzovoort. Uh, dus ik, ik verwijt het beleid uh, dat men. Uh, helemaal in het begin, dus nu wordt het nog absurder, alleen van, vanuit jullie perspectief. Dat men uh, veel te lang heeft de boodschap uitgedragen dat het virus maar een griepje was. Dus veel te, veel te traag heeft men eigenlijk ingezien dat het helemaal niet om een griep ging. En, dat, en eigenlijk had men toen al moeten weten, en de juiste mensen die wisten dat toen al, dat de sterftecijfers minstens 10 keer of 15 keer zo hoog lagen als de griep. En dat het zeker ja, dat het een compleet andere situatie was, omdat onze immuniteit toen nog volledig, volledig naïef was, zoals dat dan heet. Dus ik heb zeker wel allerlei kritiek op de overheid. Maar ja, ironisch genoeg, soms, soms dan zelfs omdat het. Ze te, niet streng genoeg waren. Um, maar, um, maar die scholensluiting, kijk, da, daar ben ik wel, als ik nu iets moet aanwijzen, ik ben nooit echt een fervente voorstander geweest van scholensluiting, maar ik denk wel dat de afweging daar, zeker met de, de leerschade die dan oploopt enzovoort, psychosociaal, um, dat we daar een andere afweging hadden kunnen maken, dat we de scholen beter hadden georganiseerd, maar dan, dan kom ik weer bij die mondmaskers, dan hadden we ze wel moeten ventileren en hadden we ze moeten, dus kinderen uh, mondmaskers moeten dragen op de, juiste, op de juiste momenten. En dat we dat niet gedaan hebben, dus het is ook vaak zo, als je je verzet tegen één vorm van maatregelen, bijvoorbeeld verluchting en CO2-meters, dan maak je het net waarschijnlijk dat er een hardere maatregel komt, zoals een scholensluiting of een lockdown. Ja, ja, maar die, die, die ventilatie, dat is, dat is hier Maries de Hond bijvoorbeeld geweest, die dat heel erg aangekaart ja. heeft. En uh, die CO2-meters, dat was ja. weer een veel later proces. Hè, maar en dat is ook een falen van de wereldgezondheidsorganisatie en van heel veel instanties. Ze hebben de mondmaskers lang geminimaliseerd. Waarom ook? Omdat ze heel lang niet hebben willen inzien, wat eigenlijk toen al heel duidelijk was dat het virus zich via de lucht verspreidt. dat is is ook al een enorm probleem geweest. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie pas in mei erkend he, dat, uh, dat ventilatie belangrijk is. We hebben daar enorm veel uh, tijd verspeeld en daarmee ook lockdowns en avondklokken en al die andere vreselijke maatregelen die mensen heel hard geïrriteerd hebben. We hebben die net waarschijnlijker gemaakt en dichterbij gebracht omdat we de andere, meer verstandige, meer gerichte maatregelen niet hebben willen nemen omdat we de foute analyse maakten. Ik moet ja, ja. Ja, ik kijk niet ja, ja. vaak tv, meer, eigenlijk nooit. Dus ik hoor ja. nu soort uit eerste hand, zeg maar. Ja. 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 <laughs> hoe je ook kan denken. Maar ik, ik vind het uh, in eerste instantie in psychologisch opzicht uh, interessant hoe uh, twee mensen die oh, uh, allebei toch niet uh, uh, onverstandig zijn, denk ik, uh, een volledig verschillende ja. gestalte en gedaante dat kunnen zien in ik... dezelfde situatie. Ja, en inderdaad, ik, ik zag ze van in het begin anders. Ik ben eigenlijk. Uh, ik heb mij globaal uh, vooral met uh, psychologische processen bezig gehouden in deze crisis. Maar ik werd daartoe aangezet door een, uh, ja, vanuit een aantal statistische beschouwingen, die mij onmiddellijk een ander perspectief deden innemen dan, uh, dan Maarten. Dus, uh, ik heb in de eerste, ja, ik denk de eerste week of de eerste twee weken van de crisis een art, een, mijn eerste opiniestuk gepubliceerd. Over de coronacrisis. En uh, ik had daar uh, in de derde paragraaf, ik heb het vandaag nog uh, nagekeken. Uh, neergeschreven dat de mortaliteit van het virus, die toen op 4% geschat werd. Uh, naar alle waarschijnlijkheid tien keer te hoog werd ingeschat. Ja, door de modellen en, van Ver. Ja, Imperial College, uh, Ferguson onder andere. En uh, eigenlijk, ik, ik dacht, ja, ik denk. Tegen eind mei 2020, ik heb dat voorbeeld vaak gegeven, was het volgens mij ook wel eigenlijk kwam er veel evidentie die in die richting wees. Dus eind mei tegen de modellen van Imperial College voorspelden dat er tegen eind mei 2020 in een klein land als Zweden 60.000 doden zouden vallen, minimaal als het land niet in lockdown hing. En tegen eind mei 2020 vielen er in Zweden 6000 doden, inderdaad, tien keer minder. En uh, ja, die misrekening in het begin die was evident eigenlijk. Men uh, deelde gewoon het aantal sterfgevallen per aantal ziektegevallen, maar er was maar een fractie van de ziektegevallen bekend. Hè. Dus, en uh, tot mijn verbazing toen uh, werd het verhaal niet bijgestuurd. Hè. Dus, dus het, 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 het verhaal was gebaseerd op de modellen, maar het verhaal werd niet bijgestuurd toen de observaties volgens mij veel aanleiding gaven om de modellen onjuist te verklaren. Dat was, dat was het eerste. Toen ben ik echt bijna nadenken over welk psychologisch proces kan dit verklaren. En eigenlijk, mijn verbazing steeg nog toen in juni 2020, dus een maand na mei, de modellenbouwers, Neil Ferguson inbegrepen, in een verhoor voor de Britse House of Commons, expliciet bevestigden. Die initiële mortaliteit die was veel te hoog ingeschat, maar dat gebeurt vaak met modellen, om de reden die ik opgezond heb. Ook zeiden van ja, die lockdowns, wij beschouwen dat als een paniekreactie. Die we liefst zo snel mogelijk achter ons wilden laten. Uh, en nog zo'n aantal zaken die ik op een ontluisterende en ook wel ontroerend eerlijke manier toonden, dat die modellenbouwers hun eigen aanpak, of op zijn minst, hun eigen modellen, uh, als. Niet langer correct beschouwd. Hm? Ik heb dat verhoor bij. Ik heb het uitgeprint. Ik ga het straks aan jou geven. Kunnen we de link erbij zetten hieronder? Ja, ja ik ga die, ja. ga die link erbij zetten. Of ik ga die link doorsturen. Dus, uh, en, en, en dit vond ik een enorm merkwaardig iets. Dus er, uh, wordt een verhaal, uh, er begint een verhaal te circuleren in de media. Gebaseerd op modellen. De modellen blijken echt wezenlijk verkeerd. En vervolgens blijft het verhaal gewoon verder circuleren. Dus ik, ik, ik vond dat echt vergelijkbaar met... Ik, de chaostheorie heeft ons geleerd dat als een vlinder met zijn vogels, met zijn vleugels klapt in het uh, uh, oerwoud in, uh, in Brazilië, hij een tornado in Texas kan veroorzaken. Maar het is niet omdat de, vlu de vlinder in tegenstelde richting met zijn vleugels klapt erna, dat hij die, dat die tornado ongedaan kan maken. Dus die tornado ging gewoon verder. En... Uh, dat was mijn eerste punt van ja die mortaliteit werd te hoog in de schat de, en, en, en eigenlijk uh, 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 toen dat duidelijk bleek ging het verhaal gewoon verder hetzelfde met de telling van de doden ik denk dat die telling en ik weet, denk dat je daar een andere mening over hebt ik denk dat die telling ook uh, veel te uh, Gul gebeurd is, laten we zeggen. Uh, de CDC uh, zelf, en ik vind dat altijd het interessantste, ik zoek altijd de inconsistenties in het verhaal. Uh, eerder dan mee te veel vragen te stellen, omtrent de externe validiteit van het verhaal. Maar daar vond je dat dus ook. De CDC zei ook op een bepaald moment van oké, okay, uh, uh, vanaf april 2022. Uh, zijn tussen de 30 en de 40 procent van het aantal mensen dat als coronadode geregistreerd werd waarschijnlijk oorzakelijk niet echt te linken aan het coronavirus. De dus die telling bleek ook al wat te enthousiast te zijn. Uh, en dan, uh, uh, dus dat is, mijn eerste indruk is echt, en daarin verschillen we echt, hè, van nee, de situatie werd, uh, het virus... Werd te gevaarlijk en ik schat. Wezenlijk te gevaarlijk. Uh, waarmee ik niet zei dat het niet gevaarlijk was. Hè. Dus mm -hmm. het, er, er was een virus enzovoort. enzovoort hè. Uh, uh, en dan, als het gaat over het, het volgende punt dat Maarten aanraakte: een kosten-baten-analyse van de. Uh, maatregelen, dan vind ik het eerste dat mij opviel was dat, alhoewel uh, in, er in de academische wereld nogal wat mensen waren die erop wezen dat de kosten wel eens veel hoger konden oplopen dan de baten, en zelfs die modellenbouwers zeiden dat, die zeiden letterlijk van ja, wij wisten dat die, dat die maatregelen potentieel veel slachtoffers zouden maken. En toen vroeg men in de Britse House of Commons maar waarom heb je ze dan geen rekening mee gehouden? Omdat het niet onze expertise is, zei men. Hè? Letterlijk, het staat er letterlijk ja. op. En. en Um, um, dat is één iets en ook, er waren ook instituten zoals de VN onder andere Oxfam, l -Wel welf die waarschuwden van oh, deze maatregelen zouden een sterke ontreging van de economie kunnen veroorzaken die op zijn beurt hongersnoten zou kunnen produceren die meer slachtoffers kunnen maken dan het virus in het slechtst mogelijke scenario zou kunnen maken je hoorde dat in het begin in de academische wereld waren er een aantal mensen ook die predicties maakten van ja, er zouden zoveel slachtoffers kunnen vallen wat mij opviel was vooral dat er in de media daar zeer weinig over gedebatteerd werd, over dat aspect op zich. En dat er ook later, toen er eigenlijk uh, gegevens konden verzameld worden, die zo goed mogelijk uitmaakten: wat is nu het contrast tussen. Uh, staten in Amerika, bijvoorbeeld, die naast elkaar liggen en uh, waarbij de ene staat zeer weinig maatregelen en de andere zeer veel heeft ingevoerd. Welk een effect heeft dat gehad op de, uh, op de verspreiding van het virus? Er zijn een aantal zo'n studies verschenen en ik denk Westen met wisselende resultaten. Soms pleiten ze voor, ander, andere keren tegen de maatregelen. Maar ze hebben nooit tot een wezenlijk gesprek in de publieke ruimte geleid. En dat vond ik op zich een probleem. Hè. En dan. Uh, 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 ma maar ik denk, ik ben, ik ben dus op dat punt veel sceptischer ten aanzien van de kosten van de maatregelen. Ten eerste, uh, op psychologisch vlak, mijn eigen domein, zagen we in de pandemie al een stijging van 25%. Dat is een schatting, het zijn cijfers, we weten allemaal uh, dat we voorzichtig moeten zijn met cijfers. Dat weet ik alleszins zeer goed en ik denk dat jij dat ook wel uh, uh, weet. 25% meer angst en depressie tijdens de pandemie, dat was in mijn eigen domein. Economisch valt het moeilijk te becijferen, denk ik, wat het stelliggen van de economie op die schaal betekent heeft wereldwijd. Maar ook, hè, zelfs, je moet zelfs uh, niet, uh, denk ik, uh, uh, naar de schade kijken van de maatregelen. Zelfs gewoon de kosten van de maatregelen zijn zo gigantisch. Dus in een klein land als België hebben de... Uh, maatregelen, het eerste jaar van de crisis 31 miljard euro gekost. En wereldwijd schat het WHO dat de maatregelen tussen de 8 en de 15.000 miljard dollar gekost hebben. Je moet je eens afvragen. En als we werkelijk die maatregelen uitgevoerd hebben om gezonde levensjaren te redden, wat er zou gebeuren als je tussen de 8 en de 15.000 miljard gebruikt om hongersnood en armoede uh, te bestrijden, vraag je dat eens af? Dat uh, mag zo. Ja, ja de, 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 het. het, het, het ik, ik weet ook wel, je kan die, die ja, ja. redeneringen niet haalsgaard doortrekken, maar uh, organisaties zoals Save the Children, die organisaties, schat dat uh, uh, een kind redden van hongersnood per dag 1 dollar kost. Hoeveel kinderen kan je van hongersnood redden met tussen de. 7000 en de 15.000 miljard dollar? Dat is een goede vraag. Want de ja, mensen dus... leveren u überhaupt op ja, ja, ik weet het niet. Je zal, je zal voor zeer ver <laughs> Zeer, zeer zo'n zaken kunnen. Uh... Dus dat is uh, de kosten en de baten van de maatregelen. Ten eerste, het is vanuit mijn perspectief, vind ik het uh, uh, jammer dat er in de publieke ruimte daar niet echt een gesprek over is. Want ik vind dat tot op dag van je eigenlijk niet zo. Er is geen uh, echt open gesprek tussen voor- en tegenstanders van de maatregelen. En ik ga ervan uit dat zo'n gesprek echt noodzakelijk is om. Uh, tot een beter zicht te komen. Hè. Uh, maar mijn persoonlijke mening is niet. Nee. Uh, er zijn veel meer uh, kosten dan baten. Uh, en dan ja, derde, het laatste punt dat je aanhaalde, denk ik vooral. Uh, is gans de vaccinatiecampagne. Ja. Hè. Uh, ten eerste... Maar, we zullen er een video geven, want anders gaan we het allemaal vergeten. Mag ik eerst op de mortaliteit? Laat me eerst over okay, okay, die vaccinatie ja. Ik zou wel moeten opschrijven. Maar we komen er rustig op terug. <laughs> en we nemen de tijd. Hier, dan, ja, de vaccinatiecampagne. Ten eerste, ik vond van in het begin dan dat, dat dat verhaal zeer uh, uh, krammikkig overkwam. Men wist al voor het vaccin ontwikkeld werd dat het de enige oplossing zou zijn. Terwijl men wist dat een zo snel-muterend virus zeer moeilijk bestrijdbaar is met een vaccin. Wat later, zelfs door de proponenten ervan, ook toegegeven werd. Men beweert dat het vaccin. Zeker safe en effectief zal zijn, dat het geen wezenlijke bijwerkingen gaat hebben. Maar men beschermt zich op alle mogelijke manieren tegen juridische aansprakelijkheid voor bijwerkingen. Europa weigert tot op de dag van vandaag pertinent om de contracten met Pfizer openbaar te maken. Dat zijn zo van die zaken waarvan ik zeg: ja, dat, dat verhaal begint vreemd. Dan claimt men een zeer onwaarschijnlijk iets dat het vaccin de verspreiding van het virus gaat tegenhouden. Dat is ondertussen, denk ik ik vermoed dat Maarten dat ook wel zal bevestigen, eh, volledig achterhaald. Ik heb onder andere... Uit, ja, het is een quasi algemeen... Ik denk dat zelfs, zelfs mensen als uh, Bill Gates en Fauci geven het ondertussen toe dat dat niet klopt. Ik heb ook een steekproef van 4000 mensen verzameld die een positieve coronatest aflegden. 60 waren niet gevaccineerd, veel minder dan je zou verwachten op basis van de populatieverdeling gevaccineerd niet gevaccineerd. Hè? Dus dat zijn zo van die zaken. Maar ik zeg van ja, dat verhaal hè, dat, dat hangt toch echt met haken en ogen aan elkaar. En vervolgens, en daar ben ik echt benieuwd, Maarten, naar wat je daarop gaat zeggen. Hè? En echt voel je vrij. Hè? Maar ik heb daarna, daarnet, uh, nog even een overzicht van een heel uh, weinig betrouwbaar persoon volgens jou denk ik uh, erop nagekeken, Robert Kennedy. Uh, die in zijn boek een overzicht heeft van het verloop van de besmettingen, de ziekenhuisopnames en het aantal doden. In het boek Over Fauci? Ja, uh, ja de Rue en Fauci. En ik zag daar een, ganz, uh, een aantal bladzijden die tonen hoe uh, het aantal uh, besmettingen en ziekenhuisopnames in de meeste landen steeg na de vaccinatiecampagnes. En uh, hij geeft onder andere het voorbeeld van Gibraltar, een populatie van 33.000. Um, um, ongeveer 33.000 uh, inwoners, waarbij de vaccinatiegraad, Maarten, 100% is. Eh? 100%. Iedereen was gevaccineerd in Gibraltar. Dat is de hoogste percentage, uh, vaccinatiegraad. En zelfs alle inkomende Spaanse toeristen moesten ook gevaccineerd zijn. En in het eerste jaar van de crisis, dus voor de vaccinatie, waren daar duizend ziektegevallen bekend. Coronaziektegevallen. En twee coronadoelen dacht ik. Ik dacht dat er er twee waren. In het jaar na de vaccinatie, na de 100% vaccinatie, steeg het aantal ziektegevallen naar 5000. En vielen er 19 keer zoveel doen. Wacht. Hm? Dus je kan nu nog altijd zeggen: ja, dat is kennedy. Die data komen althans uit de, uit de nationale databases en uit de internationale databases. Dus, maar goed, je zou nog altijd kunnen zeggen, ja. Dat staat er in een boek van Kennedy, die nam die vaccin aan complotdenker. Wat is dat waar? Ja, maar hij zegt altijd wel, ik klaag me aan. Hè? Dus ja, ja ik, inderdaad. Hij maar uitvang, het gaat me zelfs nog daar niet over. Maar waar ik benieuwd in ben, Maarten, is het volgende. En dat vind ik een zeer interessant iets. Los van de vraag of we die gegevens van Kennedy nu al dan niet vertrouwen, maar vraag mij af, mochten die data kloppen, zou jij dan je vertrouwen in het vaccin verliezen of niet? Dat vraag ik mij af. Natuurlijk. Oh, natuurlijk. Dus je zegt, ze kloppen niet. Waarlijk. natuurlijk kloppen ze niet. Ik bedoel, uh, je zegt dat die data van Gibraltar niet klopt. Wel, als, je, als, als de vraag is, uh, klopt het? Dus als het zou kloppen dat er geen verschil is in mortaliteit, dat is eigenlijk de, de vraag die... Ze was dus 19 is. keer hoe? Ja, maar wacht, wacht. Dus voorwaardelijk, als het klopt dat er geen verschil is tussen mortaliteit... Het voorbeeld dat je aanhaalt toont dat niet aan. Maar uh, dat er geen verschil is in mortaliteit tussen dus een gevaccineerde en een ongevaccineerde groep waar de besmettingsgraad even, even, even hoog is en die in andere, uh, alle andere opzichten vergelijkbaar zijn, mocht dat zo zijn, inderdaad, ja, dan valt het hele vaccinatieverhaal in duigen, uiteraard. Maar ik heb hier ook, ik heb die grafiek, maar ik kan ze niet tonen. Dus de verschillen in vaccinatiegraad, de, waarbij de twee groepen, de ongevaccineerde en de gevaccineerde mensen, met elkaar worden vergeleken in de Verenigde Staten, en je ziet dat ook heel duidelijk, omdat het vaak om republikeinen versus democraten gaat. Helaas is vaccinatie een tribaal gegeven geworden, waarmee je politieke kleur bekent, je bent voor, je bent tegen. Een enorm verschil. Dus de mortaliteit ligt tien keer zo hoog. Plots bij de Republikeinen, terwijl de daarvoor, dus voor de vaccinatie, lag die mortaliteit ongeveer gelijk. Want er waren geen vaccins, er was niemand gevaccineerd. En dan plots, nadat er dan een tribale kwestie van gemaakt is, zie je dus een enorme kloof. Tussen die beide groepen. Maar goed. Die link, die, die, ja. die heb die, die... ik. Ik kan hem hier toelichten. Ik, ik kan de grafiek. Maar... Nee, nee, ik doe die link erbij. Ja. Dus okay, als je die prima. naar mij stuurt, dan zorg ik dat die link erbij goed. komt. Maar ik ga even helemaal ja. terug naar de, de mortaliteit uh, van het virus zelf. Dus niet van de, uh, van de vaccinatie, want dat is natuurlijk eigenlijk waar het, waar het echt om, om draait en waar ook de hele discussie over de maatregelen van afhangt. Als het zo is dat het virus zelf niet zo gevaarlijk is, dan zijn al die maatregelen waarvan ik. De eerste ben om te erkennen dat ze zelf schadelijk zijn. De maatregelen hebben ontzettend veel schade aangericht. Dus dat op zich betwist ik niet. Dus die stijging aan, aan, in, in, in extreme armoede en dus ook andere infectieziekten in arme landen, bedoel, die is aantoonbaar. Je kan een discussie gaan voeren over hoeveel daarvan komt van de maatregelen, hoeveel van het virus. Maar dat er enorme schade door de maatregelen is, dat is ontegensprekelijk. Natuurlijk, waar alles mee staat of valt, is hoe schadelijk het virus zelf is. Dus als je wil weten of de remedie erger is dan de kwaal, moet je eerst kunnen inschatten hoe erg is die kwaal. Mm -hmm. And Mijn analyse wat dat betreft, en ook de, de geschiedenis van hoe we tot onze standpunten zijn gekomen, is wat dat betreft het complete spiegelbeeld van wat Matthias heeft verteld. Het is niet het Imperial College en, en Neil Ferguson en alle andere medische experts die zich hebben ingegraven in hun eigen gelijk en die een bepaalde, dat ja, zei ik een ook bepaalde niet, vlinderslag hebben, hebben gemaakt die dan later tot een orkaan is geleid of tot een tornado, uh, die niet meer is ge, uh, verstild. Het is precies andersom. Mensen zoals Matthias Smet en hij is trouwens niet de enige in, maar bijvoorbeeld ook John Ioannidis, die jullie allebei ongetwijfeld ja. kennen, dat de, 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 tot, tot, uh, tot voor kort was dat een van de grootste experts, ook qua statistiek en qua methodologie in de wetenschap. Ook mensen als Luc Bonneu en, en, en allerlei sceptici hebben van het begin, uh, van bij het begin van de crisis eigenlijk een vergissing begaan, waarvan sommigen die achteraf hebben recht gezet en anderen niet. Ik ben heel welke, verge, welke vergissing? Namelijk de volgende. Uh, ik heb ze al vermeld in, in de context van uh, de, 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 de overheid, dat was hij vertelde, dus in de vroege fase van de, van de, van de pandemie. Uh, het, het, de, 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 het, het wensdenken dat bestond in februari en in maart 2020, uh, dus uh, in de eerste golf van, uh, van Covid, um, namelijk dat het coronavirus ofwel even erg is als een seizoensgriep, of misschien zelfs iets minder erg. Matthias heeft dat uh, verdedigd in februari uh, 2020. Luc Bonneu heeft dat gedaan. John Ioannidis heeft dat gedaan. John Ioannidis heeft dan zelf ook projecties gemaakt van het worst case scenario op basis van zijn inschatting van dus mm -hmm. de infection fatality rate, dus hoeveel mensen er doodgaan per besmetting, en hij zegt, we gaan ervan uit op een bierveldje, stel dat de hele Amerikaanse bevolking besmet raakt, dan valt er hoogstens een paar duizend of tienduizend doden. Het zijn er een half miljoen of zelfs een miljoen, ik moet het nu opzoeken, in de Verenigde Staten, dus minstens honderd keer of honderden keren meer dan het worst case scenario dat John Ioannidis voorspeld had. Ondertussen weten we, maar dat wisten we toen niet, en in die zin kan je de vergissing van, van Matthias en van veel anderen ook begrijpen. Um, ondertussen weten we dat het coronavirus minstens 10 tot 12 tot 15 tot 20 keer zo, zo dodelijk is als de seizoensgriep. En de seizoensgriep is ook geen lievertje. Er zijn 500.000 mensen per jaar die doodgaan aan de griep. Dus de griep, mensen spreken soms van een griepje, met een soort van verkleinwoordje, maar de griep is helemaal geen, geen griepje. Het grote verschil bovenop de griep is natuurlijk dat we toen helemaal geen vaccins hadden en dat niemand, dus het immuunsysteem van geen enkele persoon, enige ervaring had met dat virus, dus dat we compleet werden overrompeld. Waar Matthias over spreekt, en, en, en dat, dat verwijt ik je wel, Matthias, uh, je verbeeld je soms dat je de enige bent die bijvoorbeeld het verschil kent tussen een case fatality rate en een infection fatality rate. Dus die 3% waar je over sprak, dat was inderdaad de vroege inschattingen van de case fatality rate, dus het, is het aantal uh, doden dat je krijgt per Gekende gevallen, niet. Uh, 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 het aantal doden per infecties, want men wist het aantal infecties niet. De vroegste schattingen daarvan, dat weet je ook, die waren gebaseerd op de Princess Diamond, dus dat cruise schip waar bijna iedereen besmet raakte en waar veel mensen gestorven zijn. En daar hebben ze natuurlijk een beetje die leeftijdspyramide uh, moeten corrigeren, want er waren vooral oudere mensen. En op basis daarvan zijn de eerste schattingen gemaakt over de case fatality rate. Elke epidemioloog, elke arts, elke iemand die de, de geringste noos heeft van gezondheid, die weet natuurlijk dat er verschil is tussen een case fatality rate en een infection fatality rate. Iedereen wist dat de infection fatality rate dat die geen 3% zou bedragen. Dat, 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 dat staat buiten kijf. Dus het is niet uh, de medische ex experts die zich daarover vergist hebben. Het zijn mensen zoals Matthias en trouwens ook je collega Wouter Duik. En dat moet ik Wouter wel herkennen. Wouter Duik uh, heeft in het begin van de pandemie ook de boodschap verkondigd uh, de angst is erger dan, uh, dan het virus. Of de angst is gevaarlijker dan het virus. Het gaat maar om een om de seizoensgriep. En ik begrijp waar Wouter Duik vandaan komt. Hij is een cognitief psycholoog. Hij is heel hard bezig met bijvoorbeeld de availability heuristic. Dat wil zeggen, als je één iemand ziet die, die aan een beademingstoestel ligt op televisie uh, en, en, en je wordt daarmee ja, de, 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 de daver op het lijf ge, gejaagd, dan ga je natuurlijk gaan denken ja, dat, dat de corona dat dat overal uh, aanwezig is in de samenleving. Dus het is heel makkelijk ook om gevaren te overschatten op basis van gewoon de zaken die je ziet op, op televisie. Wouter heeft zich daarin... Herpakt, dus na een maand of twee, waren de bewijzen zo overweldigend dat in elk land ter wereld, ten eerste dat er overal maatregelen werden genomen, en dat ondanks die maatregelen, dat de mortaliteit zo'n hoge piek nam, die totaal niet vergelijkbaar was met die van seizoensgriep, heeft iedereen, behalve Matthias en een aantal andere mensen, heeft erkend van, ja, spijtig genoeg, is dit geen seizoensgriep, is het veel erger dan de seizoensgriep. Um, de maatregelen dan. Zullen we dan nu de discussie aangaan? Dus, uh, wel, dan gaan we zo dat kan. Naar de ja, ja, dat, dat we dit, 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 dit punt eerst behandelen. Er wordt het weer een keer te... genomen. Ja, uh, precies. Dus, ik, ik, moet, ik, ik, kan, ik heb allerlei zaken genoteerd ook over, de, over de maatregelen. Misschien nog één iets omdat het wel uh, daarmee verband houdt. Um, het model uh, waarin hij verwijst, Matthias. Door Imperial College, is niet door Imperial College uitgevoerd, maar op basis van het vroege, redelijk rudimentaire model van Imperial College, is door, denk ik, Zweedse onderzoekers toegepast inderdaad, op Zweden. Uh, niet op de manier die Imperial College zelf heeft, uh, uh, heeft, heeft, heeft goedgekeurd. Um, en daarvan, inderdaad, dat heeft tot een overschatting geleid, omdat ze dachten, verkeerdelijk, dat een lockdown de enige manier was om uh, dus een reductie te krijgen in, het, uh, de, in de menselijke contacten. Maar vergis je niet, ook in Zweden. Zweden heeft ook maatregelen Zweden heeft geen lockdown genomen. Er zijn veel mensen, en ik denk dat je daar ook uh, tot die groep behoort, die Zweden als een meer uh, stichtend voorbeeld zagen. Zweden die wel het hoofd koel heeft gehouden. Je kan daar een discussie over voeren. Ik, 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 ik heb daar mijn twijfels bij. Maar in ieder geval, ook de Zweedse economie heeft een gigantische opdoffer gekregen. Ook daar zijn er tientallen miljarden gewoon verdampt. Omwille van uh, niet alleen de maatregelen, maar ook omwille van het directe effect van het, uh, van het virus zelf. Dus. Er is niet alleen geen enkel land ter wereld waar er geen economische schade was, los van de maatregelen die genomen zijn of de maatregelen die niet genomen zijn, het is ook zo dat er geen enkel denkbaar scenario was. Vanaf februari 2020, waarin we de vreselijke schade die je hebt opgezomd, dus de, de biljoenen inderdaad, die verdampt zijn in de wereldeconomie, die hebben geleid tot extreme armoede, elders ter wereld. Er is geen enkel scenario waarbij we dat hadden kunnen vermijden. In het beste geval hadden we dat een beetje kunnen ver, verzachten, als we wat verstandiger hadden geweest, als we sneller hadden ingegrepen enzovoort. Daar kunnen we een hele discussie over voeren. Maar het is compleet wensdenken om je te verbeelden dat, uh, dat we de hele ramp hadden kunnen vermijden, als we, maar, als we die maatregelen niet hadden genomen. Het virus zelf, Schaadt de economie. Economen hebben dat onderzocht. Dus wat je daarnet zegt klopt ook niet, dat daar geen expertise over bestaat. Die bestaat wel. Economen hebben allerlei studies uitgevoerd, waarin ze hebben onderzocht wat is nu het effect, het economische effect van de, maat, van de maatregelen en het economische effect van het virus. Want ook het virus natuurlijk. Mensen zijn bang van het virus, ze blijven thuis, ze gaan niet langer op reis, er is een daling van consumptie, er is een daling van verkeer enzovoort. Dus er zijn allerlei economische effecten van het virus zelf. En de, de conclusie van economen al vrij vroeg in de pandemie, zelfs op het moment dat de maatregelen werden genomen, de lockdowns enzovoort, was het virus zelf doodt de economie niet de maatregelen. De maatregelen, als ze verstandig zijn, die vermijden net dat de schade nog erger is dan ze zou zijn zonder maatregelen. En dat denk ik, dat is een, dat is een conclusie die je natuurlijk niet aan epidemiologen moet vragen, maar aan gezondheidseconomen. En de gezondheidseconomen, die zijn daar bijna unaniem over. De vaccinatie, daar komen we straks ook, ik zal je nu euh, de mogelijkheid geven om daarop te antwoorden. Ja. Ja. Uh, ik weet niet goed waar ik moet beginnen, eerlijk ja, gezegd. Dat dacht ik daarnet ook. Dus, uh, ja, uh, moet je ook een papiertje? <laughs> nee, 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 nee. Ik, ik, ik schrijf nooit iets op en ik bereid ook ja. lezingen uh, niveau. Ja, ja. <laughs> maar um, ja, um, je kan natuurlijk alles herleiden naar het virus. Hè. Als je de schade die de maatregelen aanrechten ook naar het virus herleidt, uh, dat, dat doet mij een beetje denken aan de grap. Van de man die een boek over chaos-theorie gelezen had en die vergoed alle vlinders in zijn tuin begon, begon dood te slaan. En toen zijn verbouwereerde buur zei: Waarom sla je die vlinders dood? zei Je weet je zeker niet waar die beesten kunnen aanrechten. Hij herleidde alles in de wereld tot die vlinders en zo herleid jij alles tot het virus. Ik denk dat, dat, een, ik denk dat om je. Stelt iets als een bewezen feit dat nog moet bewezen worden. En dat is namelijk dat het virus effectief zonder maatregelen meer schade zou aanrichten. Daarvoor moet je opnieuw die vergelijking maken tussen landen die veel maatregelen genomen hebben, en landen die weinig maatregelen hebben. Die vergelijking is gemaakt. Maar, nee, is gemaakt maar, nee, wacht, wacht precies, nee, nee, wat de economen doen? Nee, Maarten. Die vergelijking is gemaakt uh, uh, door bepaalde mensen en sommigen vinden. Resultaten helemaal in de ene richting, andere resultaten uh -huh. helemaal in de andere richting. Dus ook daar missen we een ordentelijk vrij gesprek in de publieke ruimte tussen mensen met een verschillende mening. En dat hebben we volgens mij echt nodig om daar tot een echt gedragen inzicht van te komen. Ik zou, ik zou nog op een aantal punten kunnen reageren. Ik herinner me een paar. Je zei daarnet uh, dat ik zeg dat de mensen van Imperial College uh, dus, uh, zich blijven ingraven in hun eigen grote gelijk ik heb net het omgekeerde gezegd, net niet. Zij hebben toegegeven dat de initiële mortaliteit veel te ja, ja. hoog werd ingeschat, en het en het vreemde was dat de media dat niet opgepikt hebben. En daar komen we uit. Dat is inderdaad een zeer vreemd gegeven. Dus eerst wordt er aan bepaalde mensen een, bij, een bijna bovenmenselijke autoriteit toegekend, uh, er worden een enorme set maatregelen gebaseerd op hun uitspraken, en als diezelfde mensen er vervolgens zeggen, ja, de mortaliteit was eigenlijk veel te hoog, dan zijn die mensen die vroeger een bijna bovenmenselijke mortaliteit hebben... plots blijkbaar uh, veel minder relevant geworden. Dus, en daar begon eigenlijk mijn deel van het werk... wat ik als mijn expertise zie. Want ik zie het niet als mijn expertise eigenlijk... om hier te gaan becijferen hoeveel schade er door de lockdowns gevallen is... en ook niet hoe safe en effectief de, vaccin, de vaccins al dan niet waren. Ik zie het als mijn expertise om de psychologische processen te gaan bestuderen. En dat interesseert mij. Hoe kan het dat de mening van... Uh, de experts uh, 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 um. de ene keer enorm invloed heeft, een verhaal in werking zet dat blijkbaar onomkeerbaar is. Ja, mijn uitleg was, dat verhaal heeft ondertussen een symptomatische functie gekregen in de maatschappij. Een symptomatische functie. Het, is, uh, het heeft tot een nieuwe sociale band geleid. heeft mensen uit hun eenzaamheid bevrijd. Een uitleg die ik al veel gedaan heb. Op affectief vlak bindt het de angst. Uh, het is een afvoerkanaal voor frustratie en agressie en daarom laat men hen niet meer los. Ook als het op veel punten nogthans zelfs volgens de auteurs van het verhaal niet meer juist is. Hm? Ik zou even... Je komt ja. zo door met je reactie, maar wat, waar ik heel benieuwd naar mm -hmm. ben ook um, het aantal doden. Dus mm -hmm. terugkijkend wordt er toch ook al gezegd, ja, hoe, hoe zijn we die doden nou gaan meten? Is dat met ja. corona ja. of had diegene al vier onderliggende ziektes? Mm -hmm. En uh, zou die sowieso gestorven zijn? Hè? Dus, dus ja. is het door corona of is iemand... Met nog heel veel andere, door andere oorzaken. Iemand die op sterven ligt met kanker, zeg maar, maar die krijgt op het laatste moment nog, nog corona. Maar ja. toch gemeten als een coronadode. En daar zijn, uh, daarom is het natuurlijk ook zo'n diffuus gebied. Wie heeft hier nou gelijk? Of hoe moeten we hier nou op terugkijken? Ja. Omdat zeg maar ook hè, wat we hier nu zeggen van. Ja, wat zijn nou de manieren? Jij zegt wel ja, we moeten een open openbaar gesprek, maar dan nog, wat neem je als uitgangspunt als de waarheid? Want die is zo flexibel. Je kan het op zo'n veel manieren Ja, maar je, je komt wel niet, nader dat, hoor. Dat, 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 ja, doe maar. Uh, dus, bureau, omdat, afhan, de, 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 de vraag was naar mij gericht. Dus heel kort. Uh, inderdaad, die cijfers uh, over het aantal doden, die zijn voor interpretatie vatbaar. Mm, dat, denk dat, ik dat, echt de, ook. dat is geen, dat is geen ja. objectieve waarheid. Maar opnieuw, het is niet alsof we deze situatie pas kennen sinds 2020. Um, de, het onderscheid tussen met iets sterven en aan iets sterven, is iets dat al eeuwen bestaat in de geneeskunde. Ook denk aan prostaatkanker ofzo. Veel meer mannen die met prostaatkanker sterven dan aan prostaatkanker. De 500.000 griepdoden die ik daarnet heb vermeld, dat is ook een cijfer dat betwist wordt. De ene zegt het is een onderschatting, de andere zegt het is een hmm. overschatting. Want je moet voor elk individueel geval, iemand een 80 of 90 jarige bijvoorbeeld, die een griepinfectie krijgt en die sterft, ja. Zou die niet gestorven zijn zonder griepinfectie, of dat het misschien nog een aantal weken of maanden langer geduurd? Dus in welke mate moet je dat gaan afwegen wanneer het lichaam zo verzwakt is enzovoort? Nu. Uh, alle cijfers wijzen erop, dus wat die interpretatievrijheid betreft, denk ik, zijn we het op zich allee, in, in principe eens. Maar alle cijfers wijzen erop uh, dat de officiële geregistreerde coronadoden, zeker wereldwijd, dat, dat een enorme onderschatting is van de werkelijke tol van corona. Dus bijvoorbeeld, ik heb de cijfers net nog opgezocht, het officiële aantal coronadoden wereldwijd uh, is iets van 8 miljoen. Maar de Economists, hé, dat, en die zijn, dat zijn echte cijferaars, en die, hebben dat, die maken daar updates van ongeveer elke maand. Van dus hun schatting van de werkelijke dodentol van corona, uh, dus sinds 2020. Zij schatten dat er 23 miljoen doden gevallen zijn door corona. Denk alleen maar aan een land als India. Ik ben u vergeten wanneer het precies was, maar er is om bepaald mensen, denk ik, de, de tweede golf. Dus een enorme golf geweest in India. Van mensen die ja, gestikt zijn omdat er te weinig zuurstof was. Dat is ja, een overrompelende coronagolf. De overgrote meerderheid daarvan is nooit geregistreerd als corona. Ja, die zijn gewoon in massagraven terechtgekomen te enzovoort. Dat is nooit nooit zijn die, hebben ze die als een dokter gezien of wat dan ook. Dus op daarop zijn die schattingen gebaseerd. De, dus de onderschatting van coronadoen is natuurlijk veel erger in arme landen waar er gewoon veel minder medische instanties Ik dacht zijn dat, die zich ermee bezig In Afrika was het heel juist helemaal niet zo aan de hand. Uh, in, vooral in India. Dus in, in Afrika, dus da, daar moet je ook land per land gaan bekijken. En daar, uh, da, daar ken ik nu niet de precieze schattingen van. Maar ik weet in ieder geval. Dus de, de, een van de redenen waarom het, de, de schatting van het aantal doden zoveel hoger ligt dan de, de officiële doden is. Uh, India, ja, dat is een miljard mensen. En daar is een enorme golf geweest. Waar denk ik alleen al in India. Weet ik veel. Uh, 10, 10 miljoen mensen zijn gestorven of zo aan, uh, aan, aan corona. Maar daarom zijn we op een gegeven moment gaan kijken. Daarom zijn we op een gegeven moment gaan kijken naar die absolute oversterfte, hè? omdat ja. het zo'n, ja. uh, van precies wat jij zegt, ja, deden we dat misschien ook al niet ja. bij prostaatkanker, deden we dat misschien mm -hmm. wel ook al niet bij uh, nou ja, allerlei andere soorten ziektes, hè, bij de griep en zo. En dan kom je volgens mij toch ook uit van, nou, waren er dan wel echt van die pieks op dat moment. Maar Matthias, jij... Ja, ik ben al blij, Maarten, dus eigenlijk dat we het erover eens zijn dat de cijfers relatief zijn. En dat, dat je kan dat ja. zowel logisch als empirisch uh -huh. aantonen. Logisch. Sterven is een multidimensioneel fenomeen en multidimensionele fenomenen, je staat altijd aan meerdere zaken tegelijk, kan je nooit echt objectief in cijfers uitdrukken. Nu, jij, jij, ik, ik denk dat het een overschatting is, de 7 miljoen doden, uh, en, en jij denkt dat het een serieuze onderschatting is. Uh -huh. Je baseert je op. Weinig evidentie, denk ik. Het is een studie uit The Economist, één studie. De CDC zelf uh, suggereert dat het een overschatting was. En nu, de CDC is niet heilig. En ze hmm. hebben zeer veel fouten gemaakt. Die evidentie dat... zou als... ik graag de CDC. Ja, we kan die krijgen. Ik, ga, ik, zal, die, ik zal die verstrekken. Die we gaan linken allemaal. Ja, ja. Ja. Dat is allemaal, ja. allemaal, allemaal ja. inlezen. En de CDC zei dat vanaf april 2022 uh, maar tussen de 60 en de 70 procent, geloof ik, van de als corona geregistreerde uh, patiënten uh, overlijden uh, echt gestorven is door corona. Mm -hmm. hm, ja. Ja. Dat betekent niet dat corona geen rol gespeeld ja. heeft, maar, maar, maar. Zo kunnen uh, economisch daar ook rekening mee houden, hè, dat ze zowel de overhand ondersteunen. Kan ook, de kan, en ook kan ook. Ja. Ja. En, 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 en over India natuurlijk, het is ver van ons bed, India. de We, we ja. gaan er ook. Allez, waarom? Ik denk, in België weten we alleszins, uh, denk ik, dat er echt een overtelling was, vermoed ik, hè, van Mark van Ranst. Uh, en het sierden, zeker in zekere zin. Hè. Uh, zij zelf, in ter zake voor een verbouwereerde journalist, uh, in, uh, in de Onsorg. Centraal, telt men gewoon alle doden als coronadooden. Hij zei er zelfs bij, denk ik, zelfs als ze aan een hartaanval overleden zijn. pak weg. Nee, nee, nee. Hij zei dat letterlijk. Ik denk dat Mark Van Ransar ook wel zei, omdat hij natuurlijk een stuk de hoge telling als een stuk, uh, een, 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 dat een, stuk een negatief licht wierp op zijn beleid natuurlijk dat hij aan aange, had. Nu, tot daar. Persoonlijk, dat is puur anekdotisch weinig waarde. Ik ken één iemand die tijdens de uh, eerste golf als coronadood overleden is. En die man was uh, terminaal ziek aan kanker. Uh, al, al weken, maanden, denk ik. Dus, dus uh, plots ja, is hij dan aan, aan corona ja. verleden. Maar het is anekdotische dus evidentie. En eigenlijk ook daarover in zo'n moeten zeggen, keek, we samen. Kijk, laten onze cijfers samen een keer bekijken. Ik zeg, alles op tafel en dan we zeg maar, goed, wat is de waarde van de verschillende cijfers? Nou ja, en, dat zeg ik. Dus als je zo'n openbaar ja. gesprek met elkaar aangaat. wat denk ik echt heel belangrijk is. Ja. Ja, dan moet je toch ook al eerst een, een soort understanding hebben. Want je ziet hier nu ook gelijk gebeuren van. ja. Maar het is een jij, begin. Jij, noemt, ja. jij haalt Het is een begin. Even het, het nog altijd en bij, bij de stelling. Dus in het begin van de, van de pandemie. Denk, ik, ik, ik ken de exacte frase niet. Maar je hebt de, 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 het, het coronavirus toen vergeleken met de griep of de seizoensgriep. Of dat je gezegd hebt een milde seizoensgriep. Dat weet ik nog niet meer. Um, we kunnen nee, nee, inderdaad, nee, nee, ik, ik heb dat nooit dus, gedaan. Ik heb dat nooit gedaan. Dus. En, en ik, ik zeg niet nee. Ik, ik ben of, het ben of, vrij zeker. Ofwel ben ik het ja. vergeten. Maar, maar goed, ik, zou het wel, ik zou het wel graag zien. Wat denk je van de stelling op dit moment? Coronavirus is eigenlijk minder erg of niet veel erger dan een uh, gewone seizoensgriep. Weet je, Maarten, ik denk dat het probleem is dat ze ongelooflijk moeilijk vergelijkbaar zijn. Ik ga je doodsimpel mijn eigen mening zeggen, hè, zonder dat ik beweer dat ze erg ja. objectief is. Ik denk dat het wat erger is. Ik heb dat mijn moeder, die ik nooit heb weten klagen, die had vlak, <laughs> vlak, voor, vlak voor de... De coronacrisis begon, maar dat kan, omdat het virus naar het schijnt al langer in het land was. Zei ze van ik ben ziek geweest. Oh, het was echt erg. Zei ze echt aan mijn loemen. Uh, en ik denk wel als hij corona gehad heeft. En ik heb mijn moeder. Hey, ik, ik denk, ik, hey, voor mij is dat een van de ook weer anekdotische evidenties voor wat dat dan waarde is. Maar ze was er maar, erg aan toe. Ja, ze was er erg aan toe. En ik denk echt, ik denk over het algemeen. Ik schat het wat uh, gevaarlijker in. Maar we moeten ook daar in de eerste plaats. Waarom zouden we ons als mensen met een passie voor wetenschap op, op je aan een conclusies staan, waarom zouden we niet zeggen: van wacht, hè? We hebben nu, het is nu toch gepasseerd. Waarom zouden we niet rustig kijken? De griepdoden en de coronadoden zijn gewoon moeilijk vergelijkbaar. De griep werd compleet anders getaald, minder systematisch. En het is weinig waarschijnlijk dat er bij het tellen van de griepdoden mensen met zieke kanker zouden gerekend zijn. Het kan zijn van wel, hè? ik ga het niet zeggen, hè? het kan zijn van wel. Maar, maar, maar ik bedoel gewoon. Het is een klein beetje appelen met peren vergelijken. Als we cijfers je gebruikt griepdoden... een andere methode, bedoel je? Ja, het, het was veel minder methodisch en het was een andere taalmethode. En plus, wat men ook nooit gedaan heeft, dat is uh, uh, de cijfers van griepdoden over verschillende jaren heen opgeteld. Nu blijft men die coronadoden optellen. Ja, natuurlijk ja, die krijg je op een zeer groot Ja, maar ja. En, bedoel, per jaar, en, en daarom sleur ik de griep erbij omdat de situatie daar methodologisch en puur uh, ja, uh, epistemologisch heel vergelijkbaar is. Dus wat, 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 je, wat je daarnet beschrijft, um, is iemand die terminale kanker heeft en die dan nog een, een, een infectie daarbovenop krijgt van corona en doodgaat, sterft hij dan aan corona? Moet hij dan geregistreerd worden? Van kijk, plus één dode. Maar exact dezelfde discussie heb je over de griep. Wanneer er een griepgolf ja. is in het land en er zijn zoveel honderden doden per week of zo, dan gaat dat ook vooral ja, ja. om mensen in een bejaardentehuis die al sterk verzwakt zijn. En dan ja. kan je de vraag stellen: zijn die wel erg aan de griep gestorven ja. enzovoort? Maar ik vind het ook wel ironisch, Matthias. Ik wil nu toch wel vragen, heel, heel kort. Ja. Dus als ik met cijfers van de Economist kom en er zijn 8 miljoen doden gevallen en 23 miljoen doden die geschat worden en met, en met cijfers van de VN, met wetenschappelijke instelling, dan maakt dat weinig inderop. Op jou, maar als je eigen moeder toevallig een ervaring heeft gehad die iets erger was dan een gewone griep, dan leid je daar dan wel uit af, blijkbaar zal corona erger geweest zijn dan de griep. Dat wil dus ook zeggen dat als je moeder het geluk had gehad, dat ze een milde variant had gehad, dat je hier had gezeten en gezegd... Hey, oh nee, dan zou je andere dingen zeggen. Nee, ik, ik heb het er ook direct gezet. Ik heb dat, het er ook direct gezet. Maarten. Het is dus anekdotische evidentie voor wat ze, voor wat ze waren. Dus maar, ik bedoel maar, er waren, er waren ook in mijn directe omgeving tekenen van ik zei van, ja... Uh, dat, dat, uh, dat, uh, dat is toch iets om niet mee te lachen. Uh, wat, maar ja, natuurlijk heb je ook cijfers nodig. Hè. Ik ben al zo lang met, ik denk altijd, je hebt altijd allebei nodig. Je hebt mm -hmm. de case studies nodig en je hebt uh, 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 meer statistische evidentie nodig. Maar pas op, hè. die statistische evidentie. Maar ik weet heel goed hoe relatief ze is. Ik ben acht jaar met niet anders dan statistiek bezig geweest. Ik kan u garanderen, en misschien. Ik denk dat je dat nog niet zo uh, van binnenuit hebt hebt gedaan, echt, analyses, maar ik kan je garanderen. Ik ben nu weer bezig aan de analyse van een dataset met 4000 mensen. Mm -hmm. Maar een ander soort regressieanalyse, een ander soort uh, uh, manier om missing values te hanteren, een ander soort hantering van outliers. De resultaten zwalpen vaak. We gaan weer. En cijfers zijn zo relatief als het over fenomenen gaat die in intrinsiek multidimensioneel zijn dat, Maarten, geloof mij dat je ook zult zeggen, van ja maar het is toch goed dat we niet alleen op de cijfers voortgaan, ja. maar ook ons... Het, het, het is een beetje zoals je zou zeggen, als ik hier een grote meetlat heb om deze tafel te meten en je zegt, ja maar afhankelijk van temperatuurschommeling kan die meetlat een beetje groter of een beetje kleiner zijn uh, dus die is niet helemaal betrouwbaar, we gaan die meetlat weg, weggooien en we gaan gewoon zo onze impressie van... Oh ja, dat is hier ongeveer 4 meter Nee, Ik vind dat wel! Want kijk, nee. hoeveel mensen zijn er die die puur op basis van hun eigen persoonlijke ervaring met corona, en het gaat trouwens in beide richtingen, die hebben besloten: ofwel, dit virus is het ergste wat ons ooit is overkomen, want mijn moeder of mijn vader heeft dit en dat meegemaakt, of mijn moeder die heeft corona gehad en ze was 80 jaar en ze heeft er uh, nauwelijks last van gehad, dus zie je wel, het is allemaal overdreven. Dus de, de als het inderdaad zo, zo is, en ik kan dat voor een stuk volgen, zelfs de meest becijferde en, en methodologisch stringente manieren om, om sterfte te becijferen, zelfs die blijven tot op zekere hoogte. Um, betwijfelbaar. Daar blijft een mate van subjectiviteit in zitten. Maar als dat klopt, dan gaat dat natuurlijk af voor theorie, voor persoonlijke anekdotiek. Allebei. Dat is dan nog veel. Het er... zijn niet allebei. Nee, het is ze, zijn... Een... ze zijn totaal onvergelijkbaar. Ze, volledig... ze zijn volledig handig. Ze bieden een andere vorm van informatie. Maar ik zal u een voorbeeld geven van de cijfers. Maar mm -hmm. De CDC besloot uh, ik denk in het eerste jaar van de crisis dat de sterfte bij kinderen en jongeren onder de 17 jaar of de 18 jaar, mm -hmm. dat kan ook geen jaar maar of, of, de jongeren en kinderen dat die 4% hoger was dan normaal. Een leek, uh -huh. Kelly Corner, uh, die constante statistieken volde en uh, and, uh, and, uh, and, uh, uh, herrekende, besloot op basis van haar herrekeningen dat het geen 4% was, maar 0,07% dat de kindersterfte dus tegen was. Die mevrouw heeft de CDC aangeschreven en het siert de CDC. Uh -huh. Ze hebben hebt gelijk. En we gaan het corrigeren. Hè. Ik, leven de wetenschap. Ja, maar, maar, maar ja, maar het ja, het komt van een leek. Ik bedoel ja. maar, de cijfers waren er 60 keer verkeerd. 60 ja. keer. Nee, dus om maar te zeggen, de cijfers kunnen gruwelijk verkeerd zijn. En het was geen alleenstaand geval. Diezelfde vrouw heeft talloze fouten gehaald uh -huh. uit het werk van de CDC. Er uh, bestaat een, uh, een schitterend overzicht over uh, door Jay Bhattacharya, dat is de, de man die de uh, Great Bank ja, ja. Declaration in ja. het leven heeft geroepen. Uh, dat is. Cijfers, het is een illusie. Cijfers geven een bepaald beeld op het leven. Maar ze maskeren evengoed een ander. En ze kunnen fenomenaal verkeerd zijn. En de coronacrisis heeft dat zeer mooi geïllustreerd. Heeft ons trouwens ook geïllustreerd, en dat vind ik mooi. Ik wil dat ook altijd benadrukken, dat de CDC... Wel degelijk bereid was om correcties door te voeren. Maar mm -hmm. dus dat je met een extreem uh, negativistisch en wantrouwig beeld ten aanzien van die mensen ook verkeerd zit. Mm -hmm. dus dat dat ja. is even, Alle twee is nee, nee, daar ja. hebben, ook een, nee, daar hebben we een hele uitzending over gemaakt. Hè? Dus ja. dat is Matthias ook. Ja. Maar want als, zover als ik jou volg bijvoorbeeld bij klimaat, dan ben jij toch ook wel vrij sceptisch naar mm -hmm. hoe die onderzoeken gedaan worden. Hè? Dan ja. zit je eigenlijk een beetje meer op Matthias' stoel toch? Van als ik het goed interpreteer, dat je zegt ja, mm, ja. hoe meten we dat nou? Kan je ja, daar ja. wel op die manier zeg maar uh, op Doe die manier team, naar ik. kijken? Dat dat ik ben blij dat je de dat je die discussie aanraakt. Uh, het, het is een goede en terechte vraag uh, die mij toelaat om iets, om iets te verhelderen. Inderdaad, um, ik krijg vaak het verwijt dat ik me ten aanzien van klimaatwetenschappers verhoud. zoals, ja. zoals Matthias, ten aanzien van epidemiologen. Ja, en, dat jij zoiets ja, ja, Ik weet het eigenlijk beter dan al die, dan al die wetenschappers. Nou, nee. <Chillen> ja. Je bent toch echt zonder me niet kritisch? Ja, ja, ja. Maar, maar dat is het verwijt dat, dat, dat ik krijg. Um, nu, ik ben inderdaad um, kritisch vooral over. Um, de manier waarop we het klimaatprobleem aanpakken, dus de maatregelen die we voorstellen, want ook daar natuurlijk heb je de discussie tussen hoe erg is het probleem uh, en dan hoe erg zijn de maatregelen die we voorstellen, want die hebben ook weer nevenschade. Uh, daar denk ik zijn we irrationeel en is uh, en is de discussie heel sterk uh, besmet geraakt door ideologie. Bijvoorbeeld de manier waarop we kernenergie uitsluiten en dat is eigenlijk de, de, het Allerbeste middel om, om klimaatopwarming uh, te bestrijden heeft een ongelooflijk aantrekkelijk profiel, en toch is dat de, de oplossing die het meest wordt tegengewerkt. Ironisch genoeg, door de, door de klimaatactivisten en voor een stuk ook door, uh, door wetenschappers. Dus inderdaad, wetenschap is daar voor een deel besmet geraakt met ideologie. Maar, en hier trek ik dan de grens, wanneer het gaat om de diagnose van het probleem zelf, gewoon de luidere vaststelling van uh, de opwarming van de aarde en dan ben ik het met Matthias eens, dat is een ingewikkelde kwestie. Van hoe, hoe ga je dat gaan meten over, over tientallen of honderden jaren? En hoe ga je zelfs in de geschiedenis gaan terugkijken? Ja, toen we nog niet gingen meten? Met met, toen ja. we nog niet mee. allemaal indirecte schattingen. En, en daar zijn zoveel methodologische problemen mee. Dat is een heel complexe discussie. Maar in die discussie zeg ik: kijk, wat de diagnose van het probleem betreft, daar vertrouw ik uh, op de expertise van wetenschap. En heb ik geen indicatie dat daar echt ideologie in geslopen is. Dus dat de diagnose van het probleem zelf, het klimaat warmt op en het licht aan menselijke CO2-uitstoot. Zeker als je de oorspronkelijke pijpers gaat lezen, dus niet wat de media ervan maakt enzovoort, en zelfs niet wat. Dus de Summary for policy makers van het IPCC, dat is voor een stuk alweer politiek en ideologisch. Maar je zal mij nooit iets horen zeggen dat echt radicaal indruist tegen de. Wetenschappelijke consensus van de diagnose van het probleem. Dus, en die indruk heb ik, heb ik in Matthias uh, soms wel. Dus uh, misschien kan het zijn dat Imperial College een, een fout heeft erkend, en, en, en misschien heeft het CDC inderdaad ook, ik ken dat geval niet, de statistische fout rechtgezet. We kunnen er samen eens naar kijken. Ja, precies. Als willen, dus het CDC, CDC dat ze ja. dat doet, uh, maar. Ik denk dat je dat toch wel zal herkennen, Matthias. Het, het standpunt dat jij nu verkondigt, dus dat, um, dat de mortaliteit sterk overschat wordt. Dat um, de griep en corona dat die op zijn minst vergelijkbaar zijn. En dat het ene niet veel erger is dan het andere. Dat is iets dat radicaal indruist tot op vandaag. Niet alleen twee jaar geleden, maar tot op vandaag. Tegen wat ongeveer alle medische experts ons vertellen. En daar gaat het puur over de vaststelling van. Euh, wat is het probleem waarmee we te maken hebben en hoe erg is het? Nou, dat, dat zie ik als dus de analogie met het klimaatprobleem. Dus, ik vind het wat is er aan de hand? Ik vind het wat is aan de hand? Jawel, je moet natuurlijk opletten. Hè? Dus, uh Zeggen dat er wetenschappelijke consensus is nadat je alle wetenschappers van je lijst hebt geschrapt, van wetenschappers die het niet mee eens zijn. Ja, dat is natuurlijk niet juist. Hè. Uh, er zijn veel wetenschappers, denk ik, die het er niet mee eens zijn. Waarmee ik niet zeg. B ben je nu over klimaat bezig? Uh, 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 klimaat minder, denk ik. Ik denk dat ja. de consensus daar groter is. Maar dat is eigenlijk een ander onderwerp. Daar moeten we eigenlijk op zich eens over spreken. Nee, maar terug naar corona. Ik ja, want, ja. Ja, corona, inderdaad. Ja. Uh, dus, uh, de, ik, ik denk dat er uh, in de coronacrisis wel een, 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 een redelijk deel en soms gezaghebbende namen. Uh, uh, echt uh, uh, niet meegingen in het verhaal, maar de, de meerderheid ging erin mee. Dat is. Ja, dat ook altijd, toch? He? Even, daarin, daar heb ik u gelijk. Maar natuurlijk, ik kan je nog afvragen: zit er daar een stelzwijgende meerderheid die uh, zijn nek niet wil uitsteken, uh, die het er niet mee eens is met het verhaal? Dat is een vraag die ik heb. Het uh -huh. kan zijn dat dat niet klopt, dat de overgrote deel echt uh, meegaat in het verhaal. Dat zou kunnen, maar. Ik denk dat we toch echt voorzichtig moeten zijn met de, aan de wetenschappelijke consensus. Te veel gewicht toe te kennen. Hè. Ik denk dat, eigenlijk is het een vorm, en jij kent dat uh, zeker uh, zo goed als ik, van het argumentum ad populum. Iedereen zegt het, dus moet het juist zijn. Ik denk dat niet. Ik denk dat niet. Nee, ik denk dat, dat niet klopt. Uh, ik denk dat die consensus ook zeer rommelig en snel tot stand gekomen is, als hij er al was. Hm? Uh, 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 maar, uh, ik herinner me ook, uh, gelegenheden, Maarten, waar jij radicaal inhangt tegen de wetenschappelijke consensus. Nu ben ik benieuwd. En uh, volgens mij terecht, <laughs> ik zal een voorbeeld ja. geven, het is zelfs daarna dat ik u gecontacteerd heb. Ja. Op een bepaald moment heb jij een artikel geschreven dat je impliciete metingen in de psychologie uh, uh, waardeloos of zo goed als waardeloos is. Impliciete vindt. associatie? Ja. ja, ik vind dat uh, ook zou het woord waardeloos niet gebruiken om een bepaald respect ten mm -hmm. aanzien van de collega's te handhaven. Maar, ik vind dat in grote mate ook, maar dat is de consensus. En al de... lang niet meer hoor. Dat ja, jawel hoor. En de... De... Mijn, mijn punt was op dat moment zelfs al niet meer origineel. Er waren toen al heel veel methodologische kritieken geweest en op dat moment denk ik, uh, hadden, de, hadden dus de, 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 de meerderheid van de psychologen al door dat daar methodologisch echt iets aan schort. Waar je wel een, je wel een punt hebt, kijk, ik ben bereid om zo ver mee te gaan. Uh, er is een periode geweest waarbij er een relatief brede consensus bestond, inderdaad, over de impliciete associatietest. En dat was voor een stuk puur ideologische besmetting. Want het was een strijd tegen racisme en het was voor de goede zaak. En wie kon daar iets tegen hebben, enzovoort. Gelukkig is er zelf correctie geweest. En, uh, is die recht geweest? Dat betwijfel ik echt hoor. Op, op, op dit moment ja, echt, ja. denk ik. Die zijn niet. Echt helemaal te veel uitweiden, goed. want wij ja. kunnen het ja, niet maar maar het is een interessante, het is een interessante kwestie wel, omdat dus het, het gaat om een test waarbij je uh, associeert tussen uh, negatieve en positieve woorden aan de ene kant en bijvoorbeeld zwarte en witte gezichten uh, aan de andere kant. En dus wanneer mensen makkelijker een zwart gezicht met een negatief woord associëren, dan zou dat een uh, dus een teken zijn van onbewust racisme. En die test, ja, daar zijn TED Talks over gegeven, miljoenen exemplaren van boeken van verkocht en achteraf deed ik dat allemaal op drijfzand te berusten. Dus het correleert ook helemaal niet met racistisch gedrag. De interventies kloppen niet. Het is methodologisch van alles mee aan de hand. De test-hertest-betrouwbaarheid ja. is binnen nul. Ja, maar het is natuurlijk ook zo, psychologie, met alle respect Matthias, is natuurlijk een veel minder harde wetenschap dan... Uh geneeskunde of dan klimaatwetenschappen. Ja, nee, 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 nee. Dus ik ben er wel van overtuigd nee. dat de, de, de ruimte voor ideologie en voor distortie, dus voor verdraaiing van feiten enzovoort, dat die veel groter is bij iets als de menselijke geest, omdat die ja. zoveel complexer is, zoveel subjectiever, dan bijvoorbeeld bij de studie van een, een, een natuurlijk um, f, uh, verschijnsel als het klimaat, of zelfs gewoon doodgaan of niet doodgaan. De oversterfte bijvoorbeeld, de piek die we zagen van de oversterfte in 2020 bij de eerste golf en bij de tweede golf, ja, daar valt op zich niet mee te onderhandelen. Het verschil tussen leven en dood, dat is er eerlijk hard. Dus daar kan je op zich niet zoveel mee, mee gaan Nee, maar de interpretatie uh, ervan is wat anders. De interpretatie is dus, wat dus anders. Er is een meer harde ik, werkelijkheid, denk ik, dan in het geval van psychologie. Uh, ja. uh, beste heren, we zijn al uh, ver over de tijd. En ik ja. wil toch nog heel graag uh, vaccins even, dat, dat jullie daar even de... Yeah. Jullie gedachten over laten gaan en of jullie daar elkaar kunnen vinden of in zijn geheel niet. Ben je gevaccineerd, Matthias? Nee. nee. Uh, heel en easy. ik ben blij. en blij. Ik ben blij. Ja, ja. Ja. Um, Kijk, ik, ik ben een grote liefhebber van wetenschap. Ik vind MRNA-vaccins fantastisch. Die gaan trouwens ook malaria de wereld uit, uit helpen enzovoort en nog veel andere zaken. Um, ik heb mij laten vaccineren al drie of vier keer. Um, Natuurlijk, en ik denk gelukkig maar en, uh, dat, dat we die vaccins hadden. Anders. ...zouden al die maatregelen waar, waar Matthias zich voor een stuk terug, euh, de, de, terecht druk over maakt... ...zouden we die nog altijd aan ons, aan ons been hebben. Um, dus ik denk dat we... Het mRNA-faculte heeft, heeft ons gered. Heeft uh, ons gered, absoluut. Heeft ons gered, niet alleen van het virus, maar ook van de maatregelen. Dus wat dat betreft is de voorspelling die Matthias heeft gemaakt in zijn boek... ...namelijk dat de vaccinatie helemaal niet het einde zou betekenen van die maatregelen. Dat dat een opstap zou zijn voor een proces van totalisering. Dat dat alleen maar erger zou worden dan een andere aanleiding zou vinden... Is helemaal gefaald. Maar... Ik denk zelfs dat het de tegenovergestelde waar is. Ja. Dus de COVID-safety cats, de corona-apps, de, de verplichte mondmaskers, al die zaken zijn volledig verdwenen. Ah ja? ik denk zelfs. Wacht. Ja. Ik denk zelfs als er een nieuw virus zou uitbreken, ja. dat uh, we veel minder geneigd zullen zijn om terug te vallen op die maatregelen. Precies omdat de weerstand ertegen zo heftig was, dat de overheid en de politie niet langer zullen durven. Maar dat is, los van de vraag of dat een goede zaak is, exact het tegenoverstelde van wat je in je boek voorspelt. Nee, we hebben een totalitaire samenleving. We hebben hier dus toch nog een punt van discussie. Ja, dat is dus... We leven niet in een totalitaire samenleving, maar we staan wel op het punt om digitale munten, digitale paspoorten in te voeren, 15-minute-cities te bouwen, en waarschijnlijk het aantal camera's nog eens te vervijfvoudigen. Is dat de totalitaire samenleving? Ja, dat niet alleen. Ja, gekoppeld dan een social credit systeem, zoals men uh, onlangs nog uitgelegd heeft in China. Is dat wel? Nee. Nee, men zegt ook hier dat, het, dat ze kunnen gebruikt worden om de uh, ecologische voetafdruk te reguleren bijvoorbeeld. Ja, of enfin, maar wacht, we zitten daar nu weer op een... Op een we, zitten, we, we, ja. gaan, we gaan op v we hebben ja. nog een paar uur nodig. Ja, ik weet deker, het. Om, er, uh, om erover te spreken. Ik krijg nog geen zijn dat ik moet stoppen, dus dan, ja. Ja. dan, dan ja. Ja. geef ik maar, maar door scherm. Ja, ja, goh, ja, er is zoveel om, 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 uh, zoveel om over te spreken. Hè. Maar, 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 bij, maar wat betreft van mening veranderen, dat vraag ik mij nu wel af. Dus, uh, ik, ik, dus ik, ik keek daar ook dan aan. Maar het niet, het ook uit, niet. Toen dat we daarover spraken, ja. toen dat je boek schreef en er waren nog volop maatregelen. Ik weet dat we daarover gemeld hebben. Ik heb je gezegd, Matthias, voor hoeveel gaan we wedden dat die maatregelen geen seconde langer zullen duren dan er een medische noodzaak voor is? En ik dacht dat jij ervan ja, maar... betuigd was he, dat die maatregelen, aangezien het volgens jou geen gezondheidscrisis was, dat het alleen maar een aanleiding was die werd aangegrepen door een proces van totalisering, ja, maar... alle redenen die je beschreven hebt in je boek, en dat het alleen maar erger zou worden. Exact ze, ten, het ten eerste, ten eerste ze zijn niet verdwenen met de vaccinatiecampagne. Uh, <laughs> dat is het eerste. Uh, ten, tweede, ten, ten, het ten tweede, ik, de heb, de ik, ik heb denk ik toch nergens beweerd. Maar je, je, je denkt dat je soms... Uitspraken waarmee je zo'n klein beetje anders ja. interpreteert, waardoor ze in een ander licht komen te staan. Nou, maar ik ik heb... denk dat we het misschien ook echt niet goed horen van elkaar. Ja, maar dat denk ik ook. Maar ik dus, ik beschuldig ik Maarten ook... naar een Nee, nee van, maar ik hoor, het ik hoor Maarten ja. misschien ik vind hem, ook wel verkeerd. Hè? Ik, 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 ik zag gewoon dat hij ja. een mens is. Die, 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 die interpretaties ja, maakt ja. van dingen. Ja, ja. <laughs> en net zoals ik jou de, uh, zaken bij jou interpreteer. Hè. Enfin, ja, gaat er nou de maar... telefoon af? Of is het nee. Nee. De... is een ja. Een rare ringtonen. Maar uh, ja, natuurlijk. Hè. Ik, ik denk dat... Uh... Maar ik, ik vind even... He, Maarten zegt... Je had het helemaal verkeerd. Ja. <laughs> ik, maar ben je ik, een ik niet een beetje opgelucht? Van, het valt eigenlijk allemaal nog wel mee. We dragen geen mondmaskers meer. Er zijn geen lockdowns meer. Er zijn geen avondklokken meer. Dat is toch allemaal goed Maar, nieuws? <laughs> maar, maar ik heb toch nergens gezegd dat men, dat men eindeloos die... die, die, uh, die um, ja, de lockdowns gingen Precies je, op, weet, dat heeft je gezegd, de vaccinaties uh, zullen niet het einde zijn van de pandemie. Nee, de maatregelen zullen blijven de, duren. Van de maatregelen de veranderingen in de maatschappij. En daar ben ik absoluut bij. Dat, 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 dat de, de, de vaccinaties helemaal niet de uh, tendens tot totalitarisering, die ik wel degelijk meen te ontwaren, zowel op het niveau van de globale instituten mm -hmm. als op het niveau van de bevolking. Je ziet dus echt die combinatie die typisch is voor totalitarisme. Maar we hebben daar misschien ook nog nooit rustig over gesproken. Hè. Totalitarisme is een heel specifiek proces. Je hebt een proces waarbij er een... Uh, 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 geïnstitutionaliseerd geïnstitutionaliseerde ideologie is die steeds meer overtuigd is dat het opleggen van die ideologie en het herscheppen van de maatschappij volgens die ideologie de enige oplossing is voor een gans aantal problemen die zich stellen ik vind dat je dat nu wel ziet, je hebt een overheid die uh, globale instituten zoals de VN, die met hun Sustainable Development Goals waar zowat alles samenkomt van klimaatverhalen metoo-verhalen, corona-verhalen enzovoort, uh, steeds meer overtuigd zijn dat ze genadeloos propaganda mogen gebruiken om die uh, die Narratieven te verspreiden. Uh, en je hebt een deel van de bevolking, en daar heb je zelf al aan de lijve ondervonden, die fanatiek begint mee te gaan in de ideologie. Wat er eerst was, laat ik buiten beschouwing, is de evolutie in de bevolking eerst propaganda er is, doet er niet toe. Maar je ziet meer en meer hoe er binnen de wokcultuur vooral een soort gevoel heerst, een sentiment, dat uh, men uh, auto's mag bekladden en mensen zo goed als mag aanvallen uh, als ja. ze niet meegaan in die ideologie. Dus dat is voor mij, dat zijn de tekenen van totalitarisering, denk ik. De echte, dat is de kern van totalitarisering. En uh, uh, we, ik zeg, ik zie het ook niet zo pessimistisch, ik denk dat dat proces... Uh, een, een niet noodzakelijk tot zijn bittere einde moet doorgaan. Hè? En het gaat onder andere afhangen van mensen en ik denk dat jij zelfs die eigenschap hebt. Je blijft spreken als je het mensen niet eens bent. het ook blijft doen op de mm -hmm. punten. We verschillen echt soms van mening, uh, maar eerlijk gezegd vind ik dat totaal niet erg. Ik hoop gewoon dat we regelmatig eens kunnen samenzitten om van mening te verschillen en ja, te ja, tonen dat, ja. dat we toch als mens kunnen blijven spreken met elkaar. Absoluut, dat moeten uh, we zeker nog eens doen. Uh, uh, ja, ja, ja. Ja. Gaan we ook, gaan we ook wat... zeker doen, maar even... Te... Heb jij hetzelfde inzicht... Als wat Maarten heeft. Maarten heeft het idee, jij zat dus gewoon helemaal verkeerd. En alleen jij ziet het zelf nog niet. En heb jij dat misschien ook bij Maarten? Ja. Um, ik kan op prachtig zijn, hè? Ja, ik de weder, de wederkerigheid ik is, het, is belangrijk. Ik zie, ik zie, het, wel, ja, ik zie ja. het wel uh, echt anders. En ja. in de opzet kan ik moeilijk anders dan zeggen. Uh, uh, ik, ik vind dat je verkeerd zit daar. Ik vind dat je het verkeerd dat ziet. Dus, ja, we, ja, moeten maar niet, de, we moeten ja. daar niet flow over doen. Ja, ja. Uh, ja. Ja. Nee, maar dat is dan dus van beide kanten. En beide hebben het gevoel van. Hè, dus, hè, want jullie zijn beide heel intelligent van ik heb namelijk goede onderzoeken, ik heb goede uitgangspunten. Uh, en toch kom je tot een hele andere conclusie? Ik had gehoopt dat we de, het, het pleit zouden kunnen beslechten, dus nadat alle maatregelen waren verdwenen, dat is waar ik toen in onze mailconversatie op hoopte, van, ik voorspel dat de maatregelen zullen verdwijnen, enzovoort, maar helaas, het, 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 het is met, met alle respect, Matthias, maar toen doet me wel een beetje denken aan de getuigen van Jehovah, die het einde van de wereld voorspellen, en er gebeurt niks, en dan zeggen ze, ja, maar het duizendjarige koninkrijk van Christus is op spirituele wijze begonnen. Dus het is, ja, we zitten hier in een totalitaire samenleving, maar dan wokeness en, um, en de VN, klimaatbeleid, enzovoort, ja, de kritiek, ik kan dat voor een stuk zelfs volgen, maar dat is geen totalisering, hè? Want de helft van de samenleving, of zelfs meer dan de helft van de samenleving, die ergert zich kapot aan klimaatactivisten en aan wokeness. Dus het is zeker niet dat daar een soort van massavorming is. Er zijn twee blokken in de samenleving die lijnrecht tegenover elkaar staan. Over klimaat, over wokeness, over ongelijkheid en wat nog allemaal. Dat was voor de pandemie zo, dat is na de pandemie zo. En dat zal zo blijven. Maar het is zeker niet dat 90% van de samenleving in één fuik is gezwommen. En dat is toch wat totalisering is. Nee, uh, bij een, een in een totalitaire samenleving is er maar 20 tot 30 procent getotalitariseerd. Dat is een klein deel. Maar het punt is dat de mensen die niet meegaan geen organisatie vinden. En ze, 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 ze worden platgewalst, uh, hoewel ze in de meerderheid zijn, door dat ene blok dat zeer ingesloten is. Maar ik denk, ik zou bijna elk woord wat je nu gezegd hebt, opnieuw een <laughs> stuk willen. En niet onschakelijk ja. om kritiek te geven hoor. Maar bijvoorbeeld, ik denk dat het zeer goed zou zijn om uh, uitspraken waarin daar refereert van mij, uh, ik, eens opnieuw te lezen, mij eens op te sturen. En, mm -hmm. en als ik verkeerd zat in Maarten, ik ga het direct even. Ik, 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 ik vind het helemaal. Uh, ...geen vernedering van mezelf om een fout te moeten toegeven. Ik denk dat iedereen maakt fouten maakt. Uh, en uh, wat hij zegt... ...er is een mooi spreekwoord... ...ik dacht dat het van Chinese origine was... ...the man who makes no mistakes usually doesn't make anything at all. Uh, dat is, je moet niet bang zijn om fouten te maken... ...je moet gewoon de, ja, de eerlijkheid hebben om ze toe te geven als ze zo zijn. Ik denk dat ik dat niet zo gezegd heb. Hè. Mm -hmm. ik, denk dat, ik denk wel dat ik gezegd heb... ...je zal zien dat de vaccinatiecampagne... Niet het einde betekent van de verandering, nog zo die we zien Het ja. kan zijn dat ik zeg, van de maatregelen, maar dan nog blijf ik er ook wel bij. De maatregelen zijn wel eens niet helemaal verdwenen en ik ga je een voorbeeld geven het? Uh, het uh, uh, wacht World Economic Forum heeft bijvoorbeeld uh, gans de uh, EU Digital uh, COVID-19 certificate technologie mm -hmm. overgekocht van, uh, de, uh, van Europa. Om uh, um dat te gaan implementeren later. Je, je ziet hoe de WHO door de coronacrisis uh, uh, 300 amendementen vraagt op het niveau van de International Health Regulations. Dat wordt gestemd dit jaar, denk ik, de 24e mei of zoiets. Als die uh, amendementen goedgekeurd worden, betekent dat dat uh, uh, de secretaris-generaal van het WHO uh, eenzijdig uh, een uh, pandemische noodtoestand kan verkondigen. En hou u vast. Zelfs zonder dat er een directe virale uitbraak is, maar ook omdat de omstandigheden gunstig beginnen te worden. Bijvoorbeeld veranderende klimaatomstandigheden voor een virale uitbraak. Dus er zijn zo, die amendementen gaan zo ver dat ik toch wel het gevoel heb, we Steven het half op een maatschappij waarin een niet verkozen een globaal, globalistisch instituut met een niet democratisch verkozen leider zeer eenzijdig bepaalde ideologisch gefundeerde uh -huh. principes kan opleggen aan de maar, maatschappij. Maar, wacht, omdat om ik het goed wil begrijpen. In 2020 heeft de WHO toch ook een pandemie uitgeroepen, globaal. Dus wat, wat, wat verandert er dan als de, als de secretaris-generaal van de WHO? Ja, er zijn een aantal, er zijn een aantal veranderingen. Je moet eigenlijk, ik kan u het adres geven, als u dat wil, van een uh, Zwitsers advocatenkantoor. Dat al lang mee bezig is. Er zijn een aantal ja. echte veranderingen. Dus de maar WHO, wij hebben hier de, ook de, een uitzending over gemaakt. Is het een soort volgens een soort noodtoestand? Of is het nu echt in de wet verankerd? Ja. Maar het, heb jij dan zeg maar niet. Heb, omdat jij bij dat klimaat ook wat sceptischer in mm -hmm. staat. Dat de overheid daar zo fors ingegrepen heeft bij corona. Mm -hmm. Dat je dan toch ook niet zoiets hebt van: ja, gaan ze dit nu, wat ze toch op een bepaalde manier ook al wel mee bezig zijn. Bij dat klimaat volgens een ideologie ook zo stevig inzetten. Het is natuurlijk, mm -hmm. ook al is het een kleine groep, maar als die overheid. Um, dat denkt en die ideologie daarachter staat of al die NGO's dat het dan een machtsblok kan komen ja, die volgens mij toch in ieder geval bevraagd moet worden van, ja. gaat dat daar niet een beetje overboord? Kijk, het, het klopt zeker dat er mensen geweest zijn en je kan daar opiniestukken van teruglezen tijdens de pandemie die gezegd hebben allemaal fantastisch, kijk eens hoe daadkrachtig we de pandemie te lijf gaan exact hetzelfde moeten we doen voor het klimaat roep de mm -hmm. noodtoestand uit, alle vliegtuigen ja. op de grond enzovoort D dat schiet het tenminste op. Ja, dat schiet het tenminste op, absoluut. Die mensen zijn er. Maar die mensen staan natuurlijk niet alleen. En zij hebben geen absolute uh, politieke macht. En zij moeten uh, opboksen tegen andere strekkingen in de samenleving. die daar niet alleen nie niet mee eens zijn, maar die precies omwille van wat ze meegemaakt en de pandemie. nu extreem huiverig zijn tegen alles wat nog maar lijkt op een noodtoestand of wat dan ook of dat zelfs maar ha halvelings doet terugdenken aan wat we hebben meegemaakt tijdens de, tijdens de pandemie. Dus ik denk uh, ik, ik ben zowel in de wetenschap als in de samenleving ben ik wel Um, heb ik een sterk vertrouwen in zelfcorrectie? Dus jij denkt de kritische, strekking... mat, crit, kritische massa ja. is misschien wel groter geworden, juist door wat Precies. we hebben gezien van maar... die ingrepen. En dat ja. Matthias heeft dus, ja, maar die lijnen, als ik jou goed uh, begrijp hoor, die lijnen kan je doortrekken, dus het wordt steeds mm -hmm. totalitairder. En jij zegt nee, er is een massa juist die, die, die heeft gezien van. Wat, wat grijpen jullie ja. in en ik zeg: ho! Precies, er is een massa die zo allergisch is: niet alleen voor totalisering, maar alles wat ze nog maar ruikt naar totalisering, uh, en die daar misschien zelfs iets te, iets, iets te snel um, denk ik, in, in, in paniek slaat. Uh, dat de volgende keer wanneer er een pandemie uitbreekt, ik heb met die gedachteoefening al vaak gemaakt, stel dat exact hetzelfde gebeurt, laten we dus zeggen een vergelijkbaar virus, maar... Uh, virus X? Uh, virus X, en het vers ontsnapt ergens elders. Ik denk, het grote verschil met 2020 zal zijn, de hele voorgeschiedenis geschiedenis die we nu hebben met corona, tijdens corona, niemand wist wat er gebeurde. Iedereen was totaal in de war, links, rechts, uh, Thierry Baudet en, en, en Geert Wilders die hebben hier nog gepleit voor hardere ja. maatregelen en de overheid pleegt schuldig verzuim. Nu is de situatie compleet anders. Er is groepsvorming, mensen staan lijnrecht tegenover elkaar. En wanneer er een nieuwe pandemie zou uitbreken, dan denk ik dat de overheid precies huiverachtiger zal zijn. Dat ze minder hard zal durven doorpakken, omdat ze weet, als we maar ook maar iets doen... Als we nog maar iets invoeren, mondmaskerplicht of, uh, uh, of CFT, dan staan er honderdduizend mensen op straat ik hoop om, dat je om gelijk, op te eisen. Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik denk dus... Dat de, is goed nieuws voor jullie eigenlijk. ja, ja. Nou ja. ja. Um, maar kijk, net zoals zo'n digitaal uh, identiteitsbewijs. Hè. De, de, ja. Er zijn natuurlijk allerlei bewegingen die je ziet vanuit of NGO's of vanuit Europa of nou, de WHO... Die dan deze sentimenten, dus he, zegt dat, dat het klopt wat ja, jij zegt, dat mensen zeggen: nee, tot hier, en ja. we gaan dat uh, spelletje niet nog een keer doen. Dat ze allerlei machtsinstrumenten aan het klaarzetten zijn, uh, waardoor, waardoor we dan eigenlijk weer zoveel vrijheid ontnomen wordt, waardoor dat. Waardoor zij dat er doorheen drukken. Maar jij ja, hebt iets, dat ga ik gewoon niet meer. Maar mag ik daar ook nog iets? Of ja, of dat dus, nee, nee, Ik doe denk ook wel, ik weet niet wat, wat, wat je erover ja. denkt, hè, Maarten. Maar ik denk ook wel, ik zie dat ook wel, die machtsinstrumenten. Ik, ik kan nu al desgewenst gewenst ook wel uh, uh, wat zaken tonen op de website van de VN. Uh, en, en op bijvoorbeeld. Uh, uh, een podcast met Melissa Fleming, de communicatiepersoon mm -hmm. uh, bij, bij de VN. Die echt zeggen: we moeten de strijd tegen uh, fake news, noemen ze dat, op de sociale media enorm opvoeren. En ja, ik heb dan aan ja, uh, in principe. Uh, ja, ja, wat is uh, dan dat, fake news? Dat klinkt niet slecht, maar wie ja, bepaalt ja. er wat fake news? Het is natuurlijk gevaarlijk als dat te ver doortrekt. Mm -hmm. En bijvoorbeeld de, de VN: ik kon dat eerst niet geloven, maar ik heb dat zelf opgezocht. Die hebben uh, 100 in 2020, eerste jaar van de coronacrisis hebben zij 110.000 zogenaamde digital first responders aangeworven. Dat zijn mensen op vrijwillige basis, uh -huh. wel echt, we weten het eigenlijk niet zeker, maar wel echt, die op de sociale media, um, dus um, iedereen die ja, ook weer hè, fake news verspreidt, uh -huh. moeten, uh, ja... Uh, weer leggen in een slechte daglijstplaats, enzovoort. Ja. Maar ik, dat vind ik echt een gevaarlijke tendens. Want als zijn mensen die anoniem opereren, ik vind dat je als staat dat niet hoort te doen. Je moet, uh, uh, dat er een kleine geheime politie is, daar kan je niet van uit. Maar ja. zo'n hordes mensen als instituten uh, recruteren, en die... Uh, uw ideologie laten verdedigen, zonder dat, dat, je daar, dat die mensen openlijk bekend zijn als mensen die eigenlijk aan het instituut verbonden zijn. Dat, ik vind dat persoonlijk echt gevaarlijke mm -hmm. evoluties. Hè. Ik vind dat... Ik vind dat uh... well, Wist je dat van de digital first response? Um, in, in, specifiek, uh, de, die, die term inderdaad, die ken ik niet. En dan, dan mijn eerste vraag zou zijn, ja, maar gaat het alleen maar om mensen die gewoon iets... Uh... Uh, iets signaleren: van, er is hier volgens mij fake news. Zoals je iets op Twitter kunt rapporteren. Oké, okay, daarvan kan je van alles vinden. Dat vind ik nog aanvaardbaar. Nou, het is toen allemaal geblokkeerd, hè? Het is aanvaardbaar. Het is natuurlijk in die tijd van corona. Uh, zijn al die mensen eraf gegooid? Dat is natuurlijk nee, heel gestuurd. Ja, ja ab absoluut. Kijk, en uh, ik ben een grote. Um uh, fundamentalist wat betreft vrije meningsuiting. Dus ik vind dat de vrije meningsuiting uh, eigenlijk zou moeten geschoeid zijn op de Amerika Amerikaanse leest. Dus de First Amendment is voor mij, dus zelfs de ontkenning van de Holocaust enzovoort. Antivaccinatie, uh, zaken die ik echt schadelijk vind, waarvan ik denk, er gaan echt mensen aan dood, volgens mij dan. Dus als, als je mensen gaat wijsmaken dat vaccins gevaarlijk zijn, dan denk ik, dat is echt dodelijk. Maar toch vind ik, mensen moeten de vrijheid hebben om dat te kunnen verspreiden. En je moet gewoon de botsing van ideeën kunnen hebben en hopelijk elkaar kunnen overtuigen. Dus um, ik ben inderdaad ook um, voor een deel argwanend tegen campagnes vanuit de overheid. onder het mom van de strijd tegen fake news en complottheorieën enzovoort. Omdat dat ertoe kan leiden, bijvoorbeeld. Ik zal nu zelf een voorbeeld van de pandemie uh, aanhalen. de hele uh, Lapleak-theorie. Dus mm -hmm. de, de, dat het virus zou ontsnapt zijn uit een labo. Ik heb daar geen uitgesproken mening over, uh, want uh, ja, de, de, de discussie daarover is heel, heel ingewikkeld. Maar ik denk wel dat je kan stellen dat. De hele hypothese van de Lapleak is um, veel te snel is afgeschoten. onder het mom van vals nieuws, uh, anti-Chinees racisme, complottheorie enzovoort. Dus um, natuurlijk, we zijn allemaal tegen fake news. Maar wat is fake news? Dus het kan heel gemakkelijk gebruikt worden om, um, ja, om onwenselijke meningen de, de, de kop in te drukken. Um, dus wat dat betreft, dat, dat, dat volg ik voor een stuk. En ik, ik, ik wil u tot zover volgen ook dat we daarin waakzaam moeten zijn. En mocht de VN nu echt. Aan machtsmisbruik gaan doen en uh, campagnes gaan voeren om bepaalde mensen gewoon ideologisch buitenspel te zetten en bijvoorbeeld van Twitter te verwijderen enzovoort. Ik was er ook helemaal geen voorstander van dat Donald Trump bijvoorbeeld zijn Twitter-account werd geschorst. Um, dan, ja, dan ga je ook in mij daar een, een, een medestrijder vinden. Op dit moment denk ik niet dat we daar nog. Hier, alleen, je spreekt over amendementen die er eventueel zouden komen. Nou, jij bent gewoon positiever. Ik ben positiever. Ja. Dus ik geloof dat... meer in het zelfcorrigerend uh, vermogen van onze samenleving ook en in. Alles wat er gebeurt en wat, er, wat iemand voorstelt, wat iemand probeert door te drukken, krijgt bijna automatisch uh, een, een tegenbeweging. Je hebt altijd in een vrije samenleving mensen die, die voor en tegen zijn en die houden elkaar scherp ook en die houden elkaar meestal in, in evenwicht. Dat is natuurlijk het grootste verschil, denk ik, met een totalitaire samenleving. Daar wordt alle... Elke tegenstem zo hard de kop in gedrukt ja, dat mensen zelfs niet meer weten dat het er is, omdat, omdat niemand ze nog durft te, te uiten. Op, de, op dat punt zijn we nog niet gekomen. Hè? Want wij, wij zitten hier nu samen en jij bent ook niet, zelfs aan de UGent, ik was er ook geen voorstander van dat ze jou allerlei sancties hebben opgelegd. Dus ik ben daar ook een radicale voorstander van de academische vrijheid. Maar ik denk, wij kunnen natuurlijk wel wat klagen over wokheid en politieke correctheid. Voor een deel correct, maar. Er wordt geen broodroof gepleegd op dit moment. We worden ook niet monddood gemaakt. Ons Twitter-account is niet geschorst. Dus we mogen ook niet te hard van staan. Nee, maar zeker, zeker. Daar ben ik mee akkoord. En, en pessimisme is altijd goedkoop en gemakkelijk. Hè. Ik bedoel, maar je moet natuurlijk ook opletten dat je optimisme... Je moet die grensgevoelig. Uh, weten, te, weten te bepalen waar optimisme kan kantelen in naïviteit op sommige punten. En, 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 en je hebt gelijk hè, uh, uh, aan de Universiteit van Gent, eerlijk gezegd, ik heb er ook altijd meegedeeld. Uh, ik vermoed dat de Universiteit van Gent onder grote publieke druk besloten heeft dat ik mijn boek niet meer mocht gebruiken in de lessen. Mm -hmm. Maar voor de rest, ik heb altijd ook gezegd met veel collega's: ik vind dat echt uh, op menselijk vlak aangenaam en goede mensen. Mm -hmm. <laughs> en en uh, 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 dat uh, probeer ik er altijd bij te zeggen. Ehm. Um, um, ja, hoe, hoe, hoe vrij de meningsuiting nog is. Weet je, er zijn zoveel zaken die we hier vluchtig aanraken. En er is natuurlijk een enorm ja, verschil tussen... Ja, en we zijn we toch een... al bijna anderhalf uur bezig. Je uh, moet uh, toch richting ja, ja, er is een enorm verschil bijvoorbeeld tussen, tussen het uh, communisme, pakweg het fascistische communisme... en het soort uh, uh, velvet glove totalitarisme dat uh, door sommige mensen beschreven wordt. Waarbij de mensen eigenlijk nauwelijks nog weten dat hun gedachten uh, 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 en hun... hun, 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 hun uh, woorden bijna volledig door een dominant verhaal bepaald worden en een systeem waarbij men letterlijk mensen uit hun huis gaat sleuren uh, als ze uh -huh. iets verkeerd zijn en, en, en ter, plaat, ter plaatse doodschiet of in een concentratiekamp dumpt. Er zijn er veel verschillende. We moeten, we moeten, ja. Um, Oh ja, we moeten er allemaal zo genuanceerd mogelijk over spreken, maar toch denk ik echt, ik, 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 dus persoonlijk denk ik wel dat, we, dat er een sentiment begint te uh, bestaan al een tijdje, van, uh, uh, dat eigenlijk zegt het is niet meer getolereerd uh, dat mensen uh, echt uh, hun, hun mening vrij uitdrukken. En ik weet ook sowieso, daar zijn grenzen aan. Er is hate speech terecht, er is geen absolute vrijheid van, van meningsuiting, dat kan er niet zijn. En, uh, maar ik vind wel en nu, en dat vind ik echt, jij bent iemand die daarvoor staat, ja? voor vrije meningsuiting. Dat vind ik echt. Ja? Uh, ja. Dat, uh, dat, uh, je bent soms. Je, op één punt denk ik dat je soms uh, toch. Uh, 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 Zowel schade aanbrengt. Je bent nogal overtuigd vaak van je mening. Je verdedigt ze nogal vurig. En als er iets is wat je soms zou durven doen, dat is het criminaliseren van de mens met een andere mening. Want jij hebt doden op je geweten. Daar moet je mee voorzichtig zijn, denk ik. Heb ik dat ook bij jou gedaan? Denk ik niet, hoor. Bij mij niet, denk ik. Je uh, hebt wel dat je schadel net, schadelijke nee, onzin nee, hebt uh, Ja, wel, mean... Nee, inderdaad. Yeah. Mensen die echt, maar ik weet niet of Mathias dat doet, dat, dat, daar, daarvoor zou ik zijn standpunt over vaccinatie moeten, uh, 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 moeten, moeten, moeten uitzoeken. Uh, mensen die echt Waarschuwen voor vaccinatie. En die hebben beweerd: van vaccinatie, dat is, uh, daar ga je van dood en dan, dat is het laatste wat je moet doen. Enzovoort. Ja, die hebben inderdaad doden op hun geweten. Maar zelfs voor die mensen um, denk ik niet dat we, moeten, dat we moeten ingrijpen en dat we meningsvrijheid moeten afpakken. Ik heb trouwens altijd, en mensen vinden dat altijd verrassend, dus ik heb heel hard uitgehaald naar, naar Matthias tijdens de pandemie en op verschillende vlakken, maar inhoudelijk dan. Maar ik heb er altijd bij gezegd, ik sta pal achter zijn vrijheid om zijn mening te verkondigen. En ik heb ook altijd gezegd, op het moment dat inderdaad de UGent dan sancties heeft getroffen, dat hij zijn cursus niet meer mocht geven, of dat er een aantal hoofdstukken niet meer mochten besproken, of wat dan ook. En ik weet niet... Dat boek mocht de, niet meer gebruikt maar maar ik, worden. Ik, uh, ik word daar een beetje ongemakkelijk van. Uh, en voor een stuk is dat, het, 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 zou je kunnen zeggen, uit zelfbelang, want de volgende keer staan ze te schreeuwen van, en nu gaan we bedrijf aanpakken, want dat is een klimaatontkender, enzovoort. Uh, maar ik denk ook, hopelijk, dat ik daar principeel in ben. Um, als je daarmee begint, als je alle professoren uh, aan de universiteit op die manier zou doorlichten. Want laten we eerlijk zijn, de reden waarom dat met gebeurd is, is puur omdat er ophef was van ouders en van studenten. Als je consequent zou zijn en alle vind, van alle handboeken uh, eruit zou halen, dan denk ik dat je nog, nog lang niet thuis bent. Um, dus, uh, dus ja, inderdaad, ik, kan, ik, 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 ik ben er ook van overtuigd dat sommige meningen schadelijk zijn. En ik zou, ik zou dat ook prima vinden als jij dat van mij zegt. Um, dat de maatregelen bijvoorbeeld aan alle schade die dat heeft veroorzaakt. Als ik verkeerd ben, ja, dan is dat enorm schadelijk. Ja, 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 ja. Dus er staat heel veel op het spel in deze discussie. Maar, maar ik denk, we zitten wel op een, op een metavlak op dezelfde golflengte, uh, dezelfde denk ik. Dat geen van ons beiden uh, dat er geen haar op ons hoofd is van, van geen van ons beiden dat er aan denkt om de meningsvrijheid van de ander uh, ja. af te nemen. We ja, inderdaad. Ja, ja. ja nog mag ik nog hier iets aan ja. toevoegen. Maar je moet inderdaad voorzichtig zijn als je uh, het effect dat een mening veroorzaakt bijvoorbeeld te veel toeschrijft aan degene die de mening uitspreekt. Uh, ja, uh, zit je dicht bij een systeem waar we uh, een situatie waarin weinig mensen nog een mening durven zeggen. Ik denk dat wie zijn mening uitspreekt je ja, die, die, moet mag, heel moedig zijn. Ja, en je mag bepaalde effecten hebben. Als jij zegt van ik sta pal achter de maatregelen. en later zou blijken dat de maatregelen meer slachtoffers mm -hmm. maakt dan vind ik niet dat jij verantwoordelijk bent voor uh, de, de mensen die je gevolgd hebben. En die, enzovoort. Ik denk gewoon, er zijn uitzonderingen opnieuw. Als iemand heel bewust ligt en indoctrineert. Mm -hmm. en daardoor schade verzorgt, dan kan hij verantwoordelijk gesteld worden, denk ik. Maar anders, als je voelt dat iemand oprecht naar zijn beste vermogen. zijn mening uitgesproken heeft, zoals ik echt denk dat jij gedaan hebt. Ik, ik denk niet dat jij. Dan dat je gewoon zetten: van kijk, dit is mijn mening en ik ga ze zo oprecht mogelijk uitspreken. Uh, ja, dan, dan, dan moet je niet afkomen en zeggen: well, je bent verantwoordelijk voor. Uh, uh, voor, uh, voor het creëren van uh, mm. een... Maar niemand is ook aan, uh, op zichzelf verantwoordelijk. Hè. Je moet al, altijd ook gaan kijken hoeveel beslissingsmacht, hoeveel invloed heeft iemand. En, en je moet ook een duidelijke oorzaak en gevolg kunnen aanwijzen en zeggen, het is niet omdat je een mening hebt verkondigd dat je daarmee doden op je geweten hebt of wat dan ook. Iemand als natuurlijk uh, Anthony Fauci aan de ene kant of uh, Robert Kennedy aan de andere kant, die hebben natuurlijk veel meer invloed, gewoon omwille van hun bereik. Dus wat dat betreft staat er voor hen ook meer op het, mee, meer op het spel. Uh, Ik ga afronden. Ja. Ja. Heren, ontzettend bedankt. Ik denk dat het Heel leerzaam was om uh, voor mij was het zeker om uh, verschillende gezichtspunten eens af te tasten met elkaar. En ja. uh, laten we dat uh, zeker nog uh, dit jaar een aantal keer meer doen, ook over andere onderwerpen. We, zijn, ja, we hebben dus Met nog plezier. maar het gevoel, na anderhalf uur, dat we het nog maar hebben ja. We hebben nog maar het begin van de van de prelude. Van de, ja, na anderhalf uur beseffen we ja, dat we oneindig ja. veel uren zouden moeten spreken. Ja. Ja. Precies, ja. Mooi, bedankt ja. Maarten. Om, om uh, hier, uh... Zelf bedankt. Ja. Ik, vond, uh, ik, vond, ik ben blij dat er eindelijk van gekomen is. Ja, dat heel fijn. Het, uh, mijn... Beide. Ja. Goed, mooi. Nou. Tot uh, een vervolg. Ja. Ja. Dank u.